ik heb gecheckt. Ja, man, geweldig. Volgens mij zijn we zijn een podcaster, man. Ey. Ja, eerst even een huishoudelijke mededeling. Mensen, als je de podcast kijkt, abonneer. Gelijk abonneren. Mijn zoon zegt tegen mij, papa, je moet tegen de mensen zeggen in het begin, voordat je start met de podcast, abonneren, abonneren. Dat staat mij in ieder geval toe dat ik, hoe meer abonnees, hoe meer mensen ik kan vragen later voor op de podcast. Grote namen, artiesten, noem maar op. Hè. Iedereen is belangrijk hier, maar we willen nog meer mensen. Dus alsjeblieft, abonneer. En dan kun je ons volgen en liken als je die shit leuk vindt. En dan gaan we nu naar mijn gast. Ik ben blij dat je bent. O'Danny Eleonora. Dankjewel, welkom bro. Alles goed man. Tof dat je er bent man. Ja, we hebben al weken, ik heb je echt super lang geleden al gevraagd van kom podcasten man. Ja, vorig jaar Park City Live. Juist. Kom een keer langs. En toen volgens mij was toen de podcast, was ik nog niet eens begonnen of net, of dan moest ik de eerste nog doen. En toen was het eigenlijk al besproken. Ja. En we hebben jubileum, nummer 25. Ik ben hier, nummer 25. Ja man, tof dat je er bent man. Ja, lekker toch? Ja, mensen, abonneren. Abonneren. Kijk, en dan nou doe je gelijk goed in de mic lullen, man. En we hadden het over, je zei straks dat je, hoe heet het, dat je ook, je doet voetbal trainen. Ja, bij Groene Ster, C4. Jongens en meisjes hebben in het team zitten. Ja, dat is geweldig, Mattie. Echt top, ja. Wat maakt het juist zo bijzonder? Je bent met kinderen bezig, je bent buiten, je leert zoals hun leren jou ook heel erg veel van hun, hè. Ook voor thuis, hoe je met kinderen om moet gaan, is echt chill. Ja, zeker. Ja, ik leer hier ook iedere dag van mijn zoontje. Ja. Kijk, mijn zoontje, mijn beide kinderen voetbal al en zo nou 7 jaar. Rico heeft ook 6 jaar voetbal in Groene Ster. Dus ik heb altijd willen trainen, op een gegeven moment werk niet. En nou kwam het op mijn pad. Ik zeg, ja, kom maar. Geweldig man. De Groene Ster is ook nog een hele bekende club, want het is spelen hoog niveau. Wat is het? De derde divisie spelen die. Die zijn nog wel een paar keer ver gekomen met de beker, of niet? De beker, half finale bijna. Knap hoor. Tegen AZ verloren. Fucking hell, gewoon even club uit... Het hele. Oh man. Het hele heide. Ja man. Ja man. Ja, wij komen uit Heerlen. Ja. Maar ja, jij bent geboren dan in Curaçao, Willemstad. En je bracht gewoon net fucking sneeuw mee. Ja, toch. Kun je voorstellen, Antilliaan komt sneeuw brengen. Ja, fucking hell. Normaal zeg Antilliaan brengt iets anders weer binnen, maar nou weer bracht sneeuw binnen. Ja, dat mit mag je bij mij altijd meenemen. Nee. Maar hoe heet het? Ja, die nam gewoon sneeuw mee, man. Ongekend. Ja, maar wat man. Ik zeggen wilde, wij komen uit Heerlen. Maar ja, jij bent natuurlijk geboren op Curaçao, Willemstad. Maar we zijn op school gegaan in Kerkrade. In Kerkrade samen. Ik ben van hele baan gaan wonen. Ja, van hele baan in Kerkrade op school. Samen met jou kwamen we terecht. Ja, man. Op de, wat was nog eens? De Lambertus College. Lambertus College. En weet je waarom ik op die school zat? Waarom? Eerst jij, waarvoor zat jij op die school? Ja, onze oude school zat op Leo in Kerkrade Centrum daar. Die werd verhuisd, die werd afgebroken. Gingen wij daar naartoe. Zo kwamen wij terecht daar. Oké, dus jij was niet lui. Nee, wij moesten de hele school. Wij waren eigenlijk de eerste school die Lambertus werd. Ja, maar kijk, voor mij, het was de eerste, toen der tijd nog, huiswerkvrije school. Ik heb het geloof in 1990 ging ik. Ik geloof ik naar die school, 1990, 91 zou kunnen. En dat was gewoon toen de eerste huiswerkvrije school. Eigenlijk had je dan eigenlijk had je gewoon een uur extra. Dat je op school moest blijven om alsnog je huiswerk te maken. Maar in principe had je thuis inderdaad niks te doen. En dat heeft mij in ieder geval goed gedaan. Ik zeg, op school deed je ook niet veel. En thuis ook niet. Nee. Nee. Als ik jou zie, is één plaats zie ik bij jou nog altijd. Weet je wat? Nee, nee. In de pauze hing je in die boom. Weet je nog? Oh shit. En die dennenboom. Die dennenboom, als je in je klommen, die hing helemaal zo op een moment. Ik dacht, kijk die gek. Ik heb dit zo vaak, hè, O'Danny. Dan zeggen mensen, ja, weet je nog, gisteren nog, heb ik met iemand. Hè? Zeg, ja, weet je nog dat je, hoe heet het, had ook weer iets geks gedaan? En dan zeg ik, kut, nu je het zegt, weet ik weer. En als jij het zegt, kut, dan komt dat ook binnen. Ja, ik heb gekke dingen gedaan, ik man. Ik ook, ja. Maar ja, jij ook. Ik kan me van jou nog een keer herinneren. We renden over de gang. Ik weet niet wat we aan het doen waren. Maar je rende gewoon een hele man fucking deur eruit. Ik glij uit. We moesten wat te laat voor de klas. We renden de klas in. Maar ik glij uit. En ik klap in de hele deur mee. Ik weet nog welk lokaal het was. Dat kregen we dan. Vroeger heette het Informatica. Volgens mij was het daar Informatica. Was er geen Duits? Weet ik niet. Duits. Weet je nog Duits? Frush. Frush en gele. Gele was dan een... Oh man, hey. Ja, man. Wat
wat hebben wij het die mensen, nu vind ik dat vreselijk, wat hebben wij die mensen soms lastig gemaakt, hè? Ik zeg mijn kinderen ook, ik zeg jongens, jullie schooltijd is je beste tijd. Ja. Ik zeg, ik heb zoveel onzin uitgehaald, ik heb mijn diploma's gehaald. Ja. Godzijdank toch? Je hebt je diploma's, G. Toch, ik heb ze toch. Maar ik heb heel veel, ik heb echt plezier gemaakt op scholen. Ja, ik ook. Ik heb echt, als ik daaraan terugdenk, ik heb echt alleen maar goede herinneringen aan de schooltijd. Ik heb ook nog wat mensen contact van die tijd. Gewoon mensen waar ik nog bij kom, die op het Lambertus College hebben gezeten. Ik kom in leraar kom ik tegen nog één keer per jaar, meneer Schwanen. Schwanen? Die kleine man, die kleine leraar, gymleraar. Oh, speaking of gym. Ken je Schwanen, maar we hadden toch ook Diederen? Ja, Diederen, ja. Diederen en die dingen altijd schoolvoetbal. And I never made the cut, man. Ik mocht gewoon nooit. Ik was ook gewoon irritant feitje. Ik was keeper. Het was een blok. Dat was met zaalvoetbal. Dus dus bleef toen de tijd weinig ruimte over. Goed, was vol. Ja. Snap je? Weet je, nu we het hebben over gym. Ik heb die volgens mij was de directeur Rademakers. Ja. Nou, let op, dude. Dus ik zag een of andere fucking... Kun je nog herinneren dat de gymlokalen en alles helemaal onder water stonden, blank? Ja. Was jij dat? Ja. Dus, I confess. En die rademakers, jongen, die was slim. Die had dat door. En ik dacht dat ik goed kon liegen en dat ik helemaal in control was, hè. En die kwam daar kijken en dat was echt helemaal blank stonden. Ik had de radiator gewoon opengedraaid met een van de klein dingetje, weet je. Toen kwam die aan en toen waren we leerlingen daar. Toen keek die mij aan. Ik zweer het gewoon zo... Ik denk dat jij met dit dingetje, want ik was ook zo'n... Ik zou bijvoorbeeld het moordwapen ook, als ik iemand even moorden, zou ik gewoon naast het lijk leggen, weet je. Dat lag gewoon zo. Ik denk dat jij, zou dat kunnen, dat jij dit hebt gedaan? Dat je niet wilde doen, maar dat het per ongeluk, dat het water, dat je daarvan geschrokken bent? Nee, dat was ik niet. Dat was, weet je wel, hoe goed kinderen kunnen liegen. Nee, dat was ik niet, want dat was het dus... Maar die had dat zo door. Ja, die wist het gewoon, man. En ik kon jou. Ja, die had mij al in die boom zien hangen. Die wist precies welke leerlingen hij moest hebben als iets gebeurde. Ja. Ja, man. Toen we leren, hebben we dingen uitgehaald nog. Hebben vuurwerk in de klas afgestoken, zo denk ik allemaal. No way. Ja, vuurwerk in de klas? Maar ja, mijn moeder weet het niet. Oh, wacht, daar heb ik ook een mooie vertel. Mijn moeder weet het niet, hè. Mijn moeder nam ons vroeger altijd mee. Met een vriend van mij, Achim, gingen we altijd in België vuurwerk halen. Mam, kom brengen ons. Ja, is goed, goed. Nee. Achim was mee, mocht alles, hè. Dus wij strijkers gehaald. Maandag naar school. Mijn moeder, geen vuurwerk meenemen. Nee, man, doe ik niet. Doe ik echt niet, man. Niet doen, hè? Ik zeg, nee, man, tas aangekeken. Nee, man, ik heb niks bij me. School, strijkers verstopt. Ik zit in de klas, zijn een vriend van mij. Maurice Heiltjes. Dropping names, ik now. Stop. Ik zeg, hey. Ik zeg, man, hey, ik heb vuurwerk bij me. Ja, ik zeg, wat dan? Ik zeg, strijkers. Ja, geef me één. Ik zeg, nee, man. Hij zegt, geef me één. Ik zeg, nee, man. Hij zegt, geef, ik zeg, hier. Ik zeg, maar je steek hem niet af. Nee, doe ik niet. Ik zeg, op een gegeven moment, ik hoor, tschk, steek hem in de klas, hij vast. Ik zeg, dude, wat doe je? Gooit hem onder de kast, bam! Oh, man. Opeens leraar aankomen rennen. Wie was dat? Stil. Ja, die was stil, hè. Op een gegeven moment ga je weg. Boom, directeur. Luister, het wordt gezegd gedaan heeft, of jullie blijven allemaal na. Ja, stil, ga je weg. Hij moet iets geven. Je moet toch zeggen, man, want jij hebt het gedaan, klaar, punt uit. Nee. Op een gegeven moment zei hij, meneer, ik was het, hij mee. Ik zeg, die gaat me naaien. Die gaat me echt naaien. Dat jij had die strijken gegeven. Op een gegeven moment, directeur, Danny, meekomen. Ik zeg, gedaan. Wat, ik ben geschorst voor een week. Geschorst, ik ben, ja. Ben je voor een week geschorst? Ik ook, ben ook een keer een week geschorst. Voor een week. Kon ik aan school komen in de vakantie, kon ik hem opruimen en poetsen. Oh man, hij. Ja. Ja, ik ben ook inderdaad geschorst, man. Een week. Ja. Ja. Dus dat had te maken met Paul Hermans. Die gaf volgens mij maatschappijleer. Ja. Was een behoorlijk aanwezig leraar, zeg maar. En ik weet nog dat mijn moeder, die moest voor iets naar school komen. Weer. En, en die hoort die leraar tegen mij schelden. Ja, ja. Dus ik kan de situatie niet terug... Ik weet niet meer hoe het kwam dat zij daar kwam. Hij daar boven stond. Hij tegen mij stond te schelden. En hij gaat een keer tegen mij. Mijn ma gaat op een gegeven moment een keer tegen hem. Ja, ik ben gewoon ook een week geschorst. Ja, zeker. Weet je toen nog... toen ik die jongen vast kreeg van school?
Wat hè? Toen die jongen van weg, of met de auto had op weg gereden. Nee. Weet je niet meer? Nee, man. Weet je niet meer? Nee, man. Was ik 17. En dan je met de auto. What the fuck? Mijn moeder op Curaçao, vakantie. Mocht er iemand het rijbewijs, mocht de auto lenen. Ja, is niet goed dat je het gedaan hebt eigenlijk. Is niet goed, hè. Jongens, niet doen, hè. Is niet goed. Nee, nee, nee. Dit is puur een slecht voorbeeld. Dit is een goed voorbeeld om te laten zien precies hoe het niet moet. Dus daarom zijn wij dat ondergaan. Al. Dus ik die auto geleend. Auto neergezet. Hij dacht daarna, dan ik geen auto pakken. Ik zeg, nee, of niet, doe ik echt niet. Mijn broer op vakantie. Dus morgens te laat voor school. Ik zeg, fuck it. Pak die auto. Ik heb auto gepakt. Weet je, 17, hè. Oeh, van school naar school. Voor school, hè. Die heeft die bus altijd voor school, toch? Ja. Fietsen voor me. Ik wil het meer halen. Schuift bro, die ja, op. Nou staat, ja. Schuift die op. Rijdt die jongen ver. Bam, ik zeg, nee. Bam, tegen een paal op. Auto neergezet. Heel schoon naar buiten. Directeur erbij, politie gebeld, politie komen, moet ik mee in de auto. Hij zegt, ja. En nu dan je rijbewijs. Ik zeg, ja. Die heb ik niet. hoe ben je? Ik zeg, ja, 17. Zegt hij, hoezo pak je de auto? Ik zeg, luister meneer, ik was te laat voor school. Ik dacht, ik weet te laat komen, ik pak de auto. Ik de auto gepakt. Zeg, ja. Wat zei hij? Ja, nee, dan is het goed. Nee, hij zegt, ja. Hij zegt, ja, dan gaan we je moeder bellen. Ik zeg, ja, dan heb je nou een probleem. Mijn moeder zit op Curaçao. Nou, dat is echt een probleem. Nou. Ik zeg, ja, maar hoe komt die auto thuis? Ik zeg, ja, weet je wat, een maat van mijn rijbewijs. Kom hem ophalen. Nee, is goed. Maar binnen naar school gewoon, naar school afgemaakt, naar huis, bla 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 bla. Moeder teruggekomen. Ik zeg, kijk, brief moet ik voorkomen. In Heerlen. Voorgekomen. Zitten. Voor de rechter, hij zegt, van doe je dat? Ik zeg, meneer, zo, school, ik wil niet te laat komen. Eerste keer, bla bla bla. Zegt, heb je lesje geleerd? Ik zeg, ja, echt, man, ik heb echt mijn lesje geleerd. Zegt, weet je wat, geef je een boete van 250 gulden. Dude. Ga je mee akkoord? Ja, zeker. Zegt hij, meneer, maar ik ga naar school. Zegt hij, weet je wat? Betaal je 25 gulden per maand af. Zeker, is goed. Maar ik ben vrijgekomen met die jongen. Hij stak geen hand uit toen hij afging. Ja. Hij had geen lichaam. Hij had een walkman op. Daarom heb ik geluk gehad. Oké, ja. Dus ja, dat heft elkaar een beetje op. Ben ik met 52 gulden vanaf gekomen. Poh, tering, hé. Ik was 17, hoor. De tering. Ja. Ik heb ook gekke dingen daar meegemaakt op die school, jongen. Kun je nou, je hebt echt een mooi verhaal, man. Maar nu, terwijl je het vertelt, komt het bij mij ook weer. Oh ja, dat is dat toen ja, geweest voor die school, ja. Kun je nog herinneren dat ik die gozer mocht ik ook zo, jongen. Daar heb ik mee gelachen. Robin Dingemans. Ja, oh, maar die was ook zo gek. Geweldige vent. Ja, tuur. En wat doet hij nou? Robin, ik moest met Robin. Ik deed verkoop. Ik weet niet of jij via administratie. Administratie was ik, ja. En. Hoe heet het? Prachtige, ik wil later verkopen worden. Hou op, dat zijn vakantiebaantjes. Maar goed, niet voor mensen die in de verkoop zitten, maar de bedoeling was dat we daarna, hoe heet het, bedrijfseconomie en dat soort shit. Maar in ieder geval, wij moesten stage lopen, die fucking Robin Dingemans, in de V&D. Ja. En toen had je, geloof ik, wel nog een V&D in Kerkraad. Ik weet niet zeker, maar toen was er toen. Toen moesten wij natuurlijk allemaal ingezet voor die kitklusjes en zo, moesten we Robin onderin zo'n magazijnachtig iets, waar allemaal spullen voor als kerstmis was, ja. of Sinterklaas was, of Pasen. Dan was dat daar allemaal opgestaan en dan moesten wij eruit halen. Ik heb met die Dingemans, hè, hebben gewoon de kerstman neergezet. En Robin die deed taekwondo. Dat is wat, man. Ja, voel je hem aankomen? Oh. En die ging zo van die vette gesprongen kicks maken, roundhouse kicks, upchuggies en zo fucking Santa Claus onthoofden. Oh, wat een gek, hè. We hebben allebei nog een dikke voldoende gehad. Ik heb acht voor die stage. Ik heb een shunk stage gelopen toen die tijd. Ja. Ik moest dan met de kerst, moet ik mee naar boven. Mijn jonge jongens, ik kom mee naar boven, we hebben voor jullie. Naar boven, zonder 150 kerstbomen. Die moesten we opzetten. Oh man, hey. 150 kerstbomen, kunstkerstbomen opzetten. Binnen een week hadden we misschien 20 opgezet. Nou jongens, goed gedaan, hier een 8. Toen zei hij, ja jongens, niks voor jullie. Hij zei, nee. Toen moest ik naar de Aldi. Ja. Nee, was niks. Was geen nee. Nee man, nee. Gek hè. Als ik dan nu over nadenk van ja, verkoop. En ik weet ook nog dat we gingen zeuren tegen een leraar van, ja wanneer hebben we nou, hoe heet het, praktijk? Ja. Dat er dan een kassa en wat artikelen in. Op school eronder. Hou op met op school was onder, ja. Ja. Wij de administratie, wij hadden een kantoor. Als in de klas een kantoor omgebouwd. Ja, maar administratie snap ik nog wel, weet je. Die mensen, maar verkoop.
Die leraar, die moet gewoon één, dat moet de dweep zijn geweest van, ja, jij doet verkoop, weet je. Jij houdt die sukkels bezig. We hebben niks anders. Alles is volgeboekt al. Jij gaat dat doen, klaar. Ja, oh, man. Theo. We noemden hem Theo van Rie, omdat we... Omdat we altijd maar goeie theorie toe hadden. Oh, jongen. Weet je wat Robin ook nog heeft gedaan, Danny? Nee, wat doen? Die veel ons uit, ja. Kun je nog herinneren dat hij die vent... Omdat hij die vent die tanden uit zijn smoel heeft. Dat weet je nog, ja. Weet je nog? Dat heeft hij echt, geloof ik. Dat weet ik. Daar heeft hij problemen, geloof ik, mee gehad. Want ja, die jongen heeft alles bij moeten zetten en alles. Ik ben met hem nog, met hem. Dat motherfucker. Ik ben toen met Robin, Patrick van Haren. Maurice Heltjes, Benny Doutzenberg. Ja. En nog een. Ze zijn een weekje ding geweest naar Center Parks. Alleen jongens in Center Parks geweest. Hebben we echt gelachen daar, man. Ja, dat moet... Hebben we echt gelachen daar, man. Dat moet bij... Dat is gewoon fucking hangover shit. Een hele shit, week klaar. Daar gewoon daar met die gasten daar, man. Ja, dat is gewoon... Dat kun je, ik denk, als je daar een camera mee had gelopen, had je gewoon de hangover van. Was lachen, man. Oh, man. En ik zag, hey, Paul was ook hier geweest, hè? Paul is hier geweest, ja, zeker. Superleuke podcast. Ja, jij bent natuurlijk heel goed bevriend met hem. Ja, Paul, een goede mattie van, man. Ja, man. Ik geloof dat Kinderbak podcast 6 was. Ja, 6 was dat. Ja, man. Heb je Paul verteld hoe ik al leren kennen? Hoe jij mij? Nee, ik Paul. Nee. Niet verteld? Het zou kan zijn dat hij dat wel heeft verteld, maar... Echt strange, man. Waar op vakantie? Amerika. Kan zijn dat hij... Huh? In Amerika waren we. Gingen we naar Disney World. Ik was toen mijn voormalige vriendin. Nee, hij met zijn vriendin. Voormalige vriendin. En op een gegeven moment een Disney store. Hij komt langs, ik kom langs. Kijk hem aan zo. Ik zeg, die dude komt bekend voor, man. Fuck off. Ik zweer het je, man. Komt bekend voor, dude. Op een gegeven moment kwam ik aan tegen in de bus tegen. Niet meer gezien. En toevallig keer Applebee's nog een hele vroeger. Ja, vroeger. Waar nu Kentucky Fried Chicken is. Precies, precies. Ik toen zat wat eten. Echt weer bar. Ik zeg, wat vind je van hem? Ik zeg, is die dude van Amerika? Nee, man. Ik zweer het je, dat is die jongen van Amerika. Nee, zeg, ze kan niet. Ik zeg, die volgt mij. Zeg, dat kan niet. Zeg, dat kan toch niet? Dat wel dan. Volg vrij paard. Dus ik nam toe. Ik zeg, hey, was jij toevallig in Amerika? Hij zei, ja, man. Ja, zo vrienden geraakt. Dat is wel een mooi verhaal, zo man. Zo vrienden geraakt, serieus. Ja, man. Ik kwam... maar dat moet je nagaan, dat is Amerika. Ja. Ik kwam een keer een oud collega tegen ergens in, hoe heet het, in Zuid-Frankrijk. Waar we een of andere grottentour aan het doen. En op een gegeven moment zei, hey, ken ik jou niet? dat is weird, toch? Ja. Als je iemand in het buitenland tegenkomt, man. Dat is echt weird. Ja, maar Paul, we hebben toen ook veel over nerd shit gedeeld. Ja, man. Marvel, hè. Marvel, jongen. Ja, je zei toch net tegen mij dat je begonnen bent met... Met de tijdlijn van Marvel, maar zo. Robin, kun je eens de juiste tijdlijn erbij pakken? De juiste tijdlijn, man. Veel mensen kijken gewoon door elkaar en denken, zo is het, hoort niet. Dat is niet de way. Je kan ook niet Star Wars, hoe heet het? Je moet eigenlijk gewoon beginnen met 4, 5, 6. Dat is voor mij dan 1, 2 en voor 3. Mij ook, ja. Terwijl de oude, daar begin je gewoon mee. Vind ik ook. Vind ik ook, ja. Ja, toch? Ja. Maar Marvel, ja, ik ben gaan checken. Hij zei mijn zoontje, weet je wat, we gaan checken hoe het echt moet die tijdlijn moeten volgen. Want dan snap je het verhaal echt. Zijn nou snap je het verhaal wel, maar als je gaat kijken, ga je denken, hey, het links tegen elkaar, heel sneaky, wordt aan elkaar vastgelinkt. Ja, kijk, dit is de, dus als het goed is de, mensen, als je fucking besluit in deze tijd dat je de Marvel, alle Marvels wil gaan kijken, de Marvel film van de MCU, check deze. Zo, dit is de lijst. Dus je begint met Captain America. Ja. Dan Captain Marvel. Ja. Want kijk, dat is het verschil. Dat moeten we wel even uitleggen. Want de eerste die uitkwam was Iron Man. Precies. Precies. En je moet eigenlijk niet beginnen met Iron Man. Nee, als je ze chronologisch... Nee. Precies. Mensen denken daar begonnen. Eerst als niet begonnen. Dus op 3 dan ga je naar... dan pas Iron Man. Precies. Oké. Okay, 2 Iron Man. 2. Deze vind ik de minste. Iron Man 2 of Incredible Hulk? Incredible Hulk. Ja. Vind ik de minste van de hele serie? Vind ik dat de minste. Ja, en toch is hij niet, ik vind hem, ja, de minste, maar toch ook weer niet slecht. Hij is niet slecht, maar nee. Ik weet niet, snap je? Ja, ik voel hem niet. Hij hoort bij dat universum, maar... Toch apart. Toch ik vind hem een beetje door DC gemaakt. Ja. Die gevoel heb ik, die vibe heb ik ervan. Ja, beetje DC vlug vibe. Gemaakt, klaar. Hou jij die even vast, DC vibe. Ik wil je dan... Toch? Ik was eerst niet zo van de Thor films, hè? Ja. En... Nu achteraf, ja, ik kan ze zo erg waarderen nu. Ik vind ze nu misschien wel in het rijtje van de beste Marvel films zijn toch wel die van Thor. Ja, van mij, mijn favoriet is toch wel Avengers van de... De eerste? Nee, niet Avengers.
Captain America tegen de Winter Soldier. Ja man, de Civil War. Civil War vind ik een van de mooiste van ze allemaal. Robert Downey Jr. zegt dat zelf ook. Ja, ik vind hem echt goed hoor. Even kijken. We gaan, Avengers, dan Thor The Dark World. Ja. Dan zitten we op 8. En jij bent nu bij 7, hè, met je zoontje. Ik ben 7 gehad. Oh man, you got a long fucking way to go, bro. Ja, maar we hebben tijd, hè. Ja, we hebben tijd. We hebben tijd. Guardians, in het begin vond ik dat gewoon kut. En nu ook weer, fucking master. Die flow. Dat oldschool muziek erbij. Dat, top man. Top geweldig. Man. Deze drie komt ook uit nou. Gaan ze beginnen nou. Ja, als... ik weet niet of die... Hij heeft getekend, die producer. Hè. Oké. Okay. James Gunn, hè? Ja, hij heeft getekend. Okay. Ja, ik wil eens goed, kom terug. Ja. Iron Man 3. Wat vond je van Iron Man 3? Ik vond hem beter dan 2. Oké, okay, ja, ik ook wel. Maar misschien een beetje overdone. Ja. Even kijken. De Winter Soldier, ik vind die ook vet. Ik vind Bucky echt een machine. Ja. Ik vind Bucky echt een killer, man. Ja, man. Ja, maar dan is hij ook een fucking killer. Ik vind hem echt bad, man. We krijgen een serie van hem, toch? Ja. Falcon en Winter Soldier. Ja. Wanneer gaat die komen? Dat weet ik niet. Oké, okay, Avengers 3. Dit is nerd shit, hè. Dit is het mooie, hè. Oudani, kijk, dit is gewoon een eigen podcast. You can do whatever the fuck you want to do. Twee volwassen mannen praten over tekenfilms. Ja, precies. Age of Ultron. Ja. Ja. Ik kan de Ant-Man trouwens heel erg waarderen. Ik vond in het begin, dat eerste keer moest ik zeggen, maar dat nee. Je weet toch dat wij fucking, het hele universum wordt gered door een rat, hè? Die zorgt dat hij uit die tijdmachine komt. Dat hij uit die quantum... Maar dat hij niet kwam, was afgelopen. Ja, precies. Laat ik even kijken door. Ik zie Robin ook zo knikken, man. Maar dus, waar ben jij dan? Civil War. Oh ja, de mooie. Eigenlijk kunnen. Ja, ik zit in dubio. Eerst was ik ook van. Hoe heet het? Toen ik Endgame zag, was ik natuurlijk helemaal in Endgame. En toen ik hem kocht, keek ik hem bijna iedere 2-3 keer per dag met mijn zoontje Endgame. Ja. Hè, want ongekend. Nu, terugkijkend, vind ik de mooiste Marvel-film Civil War en Infinity War. Nee. Niet? Welke heb jij? Civil War en Black Panther. Black Panther, die komt nou hier, hè, na Civil War. Toevallig, Black Panther, is voor mij... ik weet niet. Voor jou was Black, black motherfucker. Serieus? All cast is black bijna gewoon, snap je? Het is de eerste keer. Ja, normaal, is ook zo. Normaal, als je ook black cast hebt, meestal met slavernij. Zo is je alleen maar negatief, snap je? Ja, vaak wel, Negatief, alleen met minderheden, snap je? Hier een keer wordt een keer naar goed meegedaan. Heroes. Het kan ook een keer anders. Ja. Snap je? Heb je helemaal gelijk. Ik vond wel dat ze het een beetje toen... maar dat in Hollywood met de Oscars hebben ze, vind ik wel, dat een beetje overdreven. Weet je? Snap je? Je hebt een mooie film gemaakt. Hou het daarbij. Ja, maar weet je, wat is dan nog die... Wat is die Oscar waard? Dat voelt voor mij dan als een sympathy. Je wilt toch ook geen sympathy fuck hebben van een meid? Nee, omdat ze je zielig vinden of wat dan ook? Nee. Je hebt een mooie film neergezet. Appreciate it. Juist. Neem maar aan van je publiek. Zeg, hey, geweldige film. Klaar. Ja, man. Maar hij is inderdaad super vet. Daar is hij. Ja, is goed. Hij is ook goed. Toen ik deze zag, Homecoming, ik was helemaal vrolijk. Ja, gewoon. Een hele goede film. They did it right, man. Ja. Ze hebben hem eindelijk. Hij is ook best acteur ervoor. Ja, vind ik ook. Tom Holland, ja, zeker. Die speelt, vind ik eigenlijk goed. Ja, en niet dat Tobey Maguire slecht is. Dat zal voor mij ook altijd super spidey zijn. Hij was de eerste. Maar dit is een kind, juist. Hij is gewoon echt 14, 15 jaar. Precies. Juist. En dat is spidey. Die kill die shit geworden. Juist. Hij is super onhandig en clumsy. Met die fiets. Iemand zijn fiets. Ja. Weet je? En deze is echt diep. Ja, maar die kan ik nu zo erg waarderen. Dat is echt diep, hè? Ja. Ik vind hem echt diep. Ja, maar ze hebben nu... De tweede zijn wat problemen mee, hè? Hoe ze... Is ook weer op stop gezet. Nieuwe de regisseur is er geloof ik weer mee gestopt. Omdat ze niet meer eens zijn met het proces waar ze in zitten. Dus ik ben heel benieuwd. Het is Marvel, dus het zal ongetwijfeld goed komen. Dus het staat geloof ik nu even stil. Thor Ragnarok. Ik zei ooit de slechtste ooit gemaakt. En nu kan ik hem fucking waarderen. Het was voor mij te veel kleurtjes. Het is net of je naar een zak M&M's... Kijk, weet je, gekleurde M&M'tjes allemaal. Ja, maar die twee gastjes... Smarties. Maar die twee gasten die maken die film. En die twee, weet je nog eens? Die twee bad guys moeten zijn eigenlijk. Die grote. Ik ben de naam vergeten. Met de stem van de regisseur. Oh, waarom komen we nou niet op? Ik weet het even niet, maakt niet uit, we gaan door Ant-Man en de Wasp, want we zijn er bijna, als je er dadelijk op komt door Danny, dan moet je me helpen. Ja, hier komt hij dan, Infinity War, man. Weet je wat ik zo bruut vond aan Infinity War?
Effe, ja. In het begin weet je gelijk van, this motherfucker is for real. Ja. Weet je gewoon, hij hoe heet het, hij speelt met de hulk, goed, boom. Bij motherfucker. Ja, hij killed, ja, spoilers, hij killed fucking Loki, Thor, de sterkste, beste, de, weet je, most powerful Avenger is gewoon, wordt gewoon het zwijgen opgelegd en in cuffs, ja. Dan weet je gewoon van, de shit is ja, aan. Ja, en het einde dat hij zo doet, denk ik, dude, heeft het echt gedaan. Ja, yeah, should have went for the head. What now? Dan dacht ik echt van, what the fuck, what now dan? Ja. Of have you? Had jij gedacht dat ze met Endgame, dat het om time travel zou gaan? Toen het lang, in het begin zou, wist ik niet, totdat de geruchten misschien een beetje op stroom. Nee, had ik niet verwacht. Had ik niet. En toen dacht ik echt even, serieus guys, who the fuck, hebben jullie zoveel films gedaan, dan gaan we met iets simpels als fucking time travel gaan we de boel oplossen. Ik had anders verwacht. Ja, en ik kijk ernaar, ik dacht, ja, tuurlijk moet het zo. Ze hebben het echt goed gedaan. Fantastisch. Ik vond de eindbattle mocht wat groot natuurlijk, is altijd fijn, ja. De eindbattle wat groter. Maar, ik persoonlijk, ik vond het jammer dingen doodging. Black Widow. Ja, maar ik heb daar laatst nog over nagedacht. Hè? Ja. En dat is eigenlijk best wel een brute mooie eer. Weet je waarom? Zij als vrouw. Ja. Vrouwen zijn toch eigenlijk wel het symbool van leven en baren leven geven. Geeft haar leven, zodat de rest kan leven. Dus eigenlijk klopt het weer precies dat het een vrouw moet zijn. Hoe jij zegt, nou, dat heb ik niet bekeken. Maar is diep, ja. Man. Dat is mooi. Maar ja, dat is diep, toch? Ja, dat zij als vrouw offert zichzelf op. Zij is eigenlijk, doet zij het meest nobele, waardoor ze die fucking soulstone krijgen. Ja, is goed, dat. Je moet me van mijn vrouw gebruiken, thuis. maar dat is wel zo. Zij maakt het ultieme offer en dat is een vrouw. Man. Ja, kut. We kunnen nou gewoon niet naar de bioscoop, man. Nee, we kunnen niks. Far From Home, lievelingsfilm van mijn zoontje. Van Enzo, een van, ja. Die was ook goed. Ja. Wat vind je zo cool en faffe? Oké, Minecraft. Geen tijd. Ja, man. Hey, even terugkomen op... Nee. Dus jouw favorite is Civil War? En Black Panther. Ja. Civil War is heftig, hè? Want het bam. Ja. De kampen worden verdeeld. Ja. Ik vond hem echt goed. Ja. Ik vond hem echt goed. Ik vond gewoon alles, de actie, alles was gewoon één. Snelle film. Ja. Het was constant... De druk zit er constant op. En je moet ook... het kutte is, je bent voor Tony en je bent voor... Je snapt ze allebei. Snap je? Maar... Twee kampen. Juist. Stek hem kapot, Maar toch komen ze samen. Uiteindelijk wel weer, ja. Want ze moeten samenkomen, maar alleen lukken ze niet. Maar ja, dan is het kwaad wel al geschiet. Dan is de snap al geweest. Daarna komen ze samen. Goeie scène is dat trouwens voor Tony. Ja. Dat hij dan, you weren't there. En ja. You also, weet het, en verliezen, dat doen we ook samen, weet je. Maar prachtig. Ja, mijn zoontje moest toen, ook eerlijk gezegd, hoor, toen Tony doodging. Zag ik, boah, goddamn, man. Heftig, ja. Ja, man, goddamn, die man gaat dood, man. Ja. Kan niet. Maar ik wist dat het ging gebeuren. Ja, moest. En weet je wat ik super vond? Downey Jr., de acteur, die had... zeg ik niet voor jou, hoor, maar voor de luisteraar misschien. De acteur die Iron Man speelt. Die had zoveel inspraak in zijn karakter. Ze hadden eerst lines voor hem gegeven. Voor op het... zijn death scene. Ja. En toen zei die, heeft hij zelf gezegd... Nee, het is veel beter dat de man die altijd praat... En altijd een praatje klaar heeft en altijd wat we zeggen... Niks te zeggen heeft. En je hoeft niks te zeggen. Hij heeft al het gedaan. Gaaf, hè? Is zijn rol, hè? Zou niemand anders kunnen spelen, Iron Man? Nee, hij is fucking... Hij is klaar. Iron Man. Klaar. Zijn weer geruchten dat hij toch terug gaat komen in Doctor Strange 2. Toch, ja? Ja, als misschien als flashback of wat dan ook. Kunnen cameo. Ja, ik weet het niet, man. Oh, geweldig, ja. Andere dingen. Dus DC... Ja. Beste DC-film. Ben je een beetje van de DC? Beste DC-film wat ik gezien heb. Ik heb het allemaal gezien. Vind ik toch Aquaman. Ja, ik heb ook Aquaman en Wonder Woman. Waarom? Waar ik nu van baal is het natuurlijk met het virus. Is ook... ten eerste moet... Ik hoop dat alles goed afloopt. En dat mensen die ziek zijn weer beter worden en zo. Maar... ik kan niet meer naar de bios, man. Niet dat belangrijk is, maar ik wil alleen even zeggen, van dat is een beetje mijn ding. Ik leef veel in de bios. Ja, ik bios en mijn voetballen. Ja, man. Ik zei hoe bij Groene Ster. Kijk, wedstrijden mogen ze houden van mij, maar gewoon trainen, gewoon met de kinderen bezig, dat ben ik heel erg. Ja. Dat is het mis.
Maar bioscoop ja ook, ja. Ja. Je kunt gewoon niks. Ja, voor mij is het bijvoorbeeld, kijk, dat zijn toch denk ik twee stukjes ontspannen. Kijk, want in de bioscoop is gewoon achterover zitten en niet meer hoeven nadenken. Dat is echt voor mij het ultieme chill rustmoment dat ik niks hoef te doen. Er wordt niks van me gevraagd. Ja. Dus dat is heerlijk, dat mis ik wel een beetje. Ja, bij mij is voetbal hetzelfde. Het is niet aan werk denken, rekeningen, nee. De kids bezig zijn. Kids bezig zijn. Top, top. Ja, dat top. Is echt het mooiste wat er is. Ja. Als kids. Wat mooi is, als je dat had ik dan bij mezelf in het werk, bij Defensie, als ik dan bij een manschap iets had geleerd. Ja. We gingen het Dala uitvoeren in de praktijk. En ik zag het ze bijvoorbeeld, zonder dat ik het had gezegd, zeg maar, ja. dat ze het zelfstandig uitvoeren. Ja. En ook nog op de juiste wijze. Als je dat ziet. Ja. En dan denk je van, oh man, dat doe je het voor me. Ja, dat heb ik met is toch zo? Ja, met wedstrijden. Ze dingen oefenen met ze. En ze tijdens de wedstrijd doen het. Dan denk je, potverdorie man. Mooi man. Ze zitten scoren. Dan denk je, ja man. Ja man. Ja, en ze zien het. Hey, daarvoor doe je het. Dan zie je die blije kopje. Dan denk je, ja man. Geweldig. Meer hoef ik niet. Ik hoef geen geld. Kijk, ze zijn niet voor betaald. Maar dat is genoeg. Nee, ik krijg hier ook niet voor betaald, nee, maar ik vind het wel gewoon, dit vind ik gewoon echt leuk om te doen met mensen. Met mensen ik ook, man. Ik vond het tof dat je me gevraagd hebt, man. Mensen, ja, man. Abonneren. Abonneren die shit, man. Ja, ja, ik merk heel erg dat, ik merk wel dat de podcast is aan het groeien. Dit is echt de 25ste, pas. Ja, ja. En we zijn nog geen jaar bezig, maar je merkt, het abonnees, ik heb maar 218 abonnees. Maar die kijken wel. In het begin toch? Nee, maar die kijken wel. Top, dus ik heb altijd, dus daar ben ik wel blij om. Dat is het maar je merkt bijvoorbeeld, ik ben echt aan het groeien. Er is voor het eerst geadverteerd bijvoorbeeld al bij een podcast. En wat vaak is, heel veel mensen kijken vaak naar de views. Hè? Maar dat zegt niet zoveel. Ik heb YouTube Studio. En waar je toch beter op moet letten is het... kijkminuten, dus hoe lang kijken mensen. En dat is, ik heb bijvoorbeeld een podcast waar die heeft dan 230 views, maar die heeft in real time, in kijkminuten, scoort hij het hoogste, zeg maar. Ja, okay, dus dat betekent dat mensen gewoon geboeid luisteren, dat vind ik fijn. Ja, kijk, de podcast, sinds ik jou ken ik dit hier. Ja. Nooit van gehoord. Ik kijk het allemaal niet met die abonnementen, YouTube en ik kijk het allemaal niet. Mijn zoontje kijkt het allemaal, maar ik kijk het allemaal niet. Nee, ik ben achter podcasten gekomen toen ik thuis kwam te zitten van mijn werk. Ja. Toen raakte ik een beetje in een depressie en shit. Ja. En toen ging ik podcasten luisteren. En met name die van Joe Rogan. Ja, ja. En daar kwamen ze vaak heel veel lui op. Daar kon je gewoon heel veel van opsteken. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, maar hoe heet het? Dat ligt mij ook. Ik lul graag met mensen, maar ik leer ook graag, weet je. Ja, precies. Iedere podcast... leer ik weer iets. Ja, en het is ook een manier, kijk, je ziet mij veel praten en doen. Hè. Het is geen geheim dat ik ADHD heb. Ja, dat ken ik al jaren toch? Ja, precies. En ik ben gestopt met mijn medicatie, want het, weet je, het maakte mij veel te down. Hoe heet het? Ja, ik vond dat er weinig van mezelf over. Je bent kei niet. Nee, je verdooft jezelf een beetje. En, maar dat is ook bijvoorbeeld waarom ik podcast. Ik dwing mezelf om daarmee om te gaan. Het is gewoon een uitdaging. Dus goed zo. Je moet zitten, Kenny. Ja, je mag wel een beetje bewegen, je moet luisteren, je moet praten, weet je, en ik leer er gewoon van. Van iedere podcast leer je weer wat, man. Goed zo, man. Netjes. Ja, toch, jezelf uitdagen. Ja, zeker, moet je doen. Goed zeker. Leven, man. Wat mij trouwens opvalt, ja, is, en misschien de mensen die jou kennen en jou al heel lang niet meer hebben gezien, ja, ik heb je nog geen één keer horen stotteren. Nee, valt mee nou. Ja, ik ben relaxed sowieso nou, maar vroeger, ja, je kent me vroeger was... Heel erg, ja. Je echt stotteren, ja. Ja, echt super. Vind ik echt dope. En... is dat zo ineens? Want dit was 20 jaar geleden. Ja, ik heb had je dit niet kunnen doen, toch? Ik heb toen op school moest ik dingen doen. Hoe dan? Bij spraak. Moet ik gaan doen. Heb ik een jaar gedaan. Maar toen werd die vrouw zwanger. Zou ik teruggebeld worden. Heb ik nooit meer iets gehoord. Maar op een gegeven moment, hoe ouder ik werd, werd het steeds minder. En op een gegeven moment is het weggevaagd. Het is nog steeds daar. Als ik boos ben, zenuwachtig ben. Ja, ja, dan ja. Komt het. Als mensen even aankijken, heel veel mensen me aankijken. Als jij YouTube me aankijken, maakt me niet leuk. Maar als er 5 of 10 mensen me aankijken, dan voel ik het opkomen. Ongemak. Ja. Nou, denk ik, wat is dat? Did you fucking dingen niet? Dus, ja. Het is knap, jongen. Gewoon in één keer zo weg. Ik ben er blij mee. Het was, maar eens ik heb me steeds, ik werd heel erg vlug. Dus af en toe moet ik mezelf even afremmen.
Ja. Heb ik 20 zinnen gezegd in 1 seconde. Dat gaat te vlug. Ik kan jou goed volgen hoor. Goed zo, gelukkig. Nee, serieus. Robin, zal je mij een kopje koffie en doe je zelf ook nog wat? Gelukkig. Heb jij nog? Bij ik heb nog. Koffie? Ik heb mijn Coca-Cola. Ik was gewoon slecht. Ik heb gewoon maar één cola. Ik ben helemaal verslaafd aan deze shit hoor. Ja, zweren, is lekker hè? Oh man. Ik van de Lidelle. Nee, deze is wat ik doe mijn groceries tegenwoordig bij de Jumbo. Oh ja, jij bent upgrade. Ja, nee, eigenlijk, ja, maar serieus, het is gewoon persoonlijk, hè? Ja. Ik spaar dus van die koopzegels. Ja. Nou, dat is weer 26 euro. Dan kun je, heb je weer voor de helft boodschappen. Ik vind de winkel prettig. Ik kan een kopje koffie doen. Ja. Het is gewoon allemaal. Het ziet er allemaal wat beter uit. Het smaakt allemaal wat beter dan bij de Lidl. En daar komt hij. Ik ben bij de Lidl meer kwijt dan bij de fucking Jumbo. Ik zweer het. Zo goedkoop is Lidl niet, hoor. Nee, helemaal niet. Echt niet, hoor. Gewoon fucking shabbatig Mill Hill Lidl, weet je. Het is gewoon een hok. Het is gewoon een stellage. Mm-hmm. De mensen denken, het is goedkoop. Het is niet goedkoop. Ja, dan flikkeren ze gewoon een doos neer. Hup, een mes erin. Klaar. Openmaken, alsjeblieft. Dat bedoel ik juist. Nee. Wij gaan meestal naar de Plus. Ja, man. Lekker. Je wilt toch relaxen dingen? Dat vind ik zo. Ja, lekker chill. Sfeertje. Ik zie ook gewoon tegenwoordig, kerels lekker chill boodschappen doen. Bekertje erbij, kopje koffie, weet je. Winkelen is voor mij een soort uitje geworden. Ik ga zo s'avonds. Ja, s'avonds ga ik naar een goed Albert Heijn bij de Rode Stadion. Het is helemaal leeg, hè. Oh, heerlijk. Snap je? Oh man, heerlijk. Geen stress. Ik ga liefst overdag heel vroeg. Oh nee. Nee, dan moet je slapen. Nee, ik probeer af en toe. Je moet slapen, spijt. Ik doe mijn best, Soms lukt het, soms lukt het niet. Hè. Ja, man. Hey, hoe vond je de laatste Star Wars, man? Ik heb Paul nog geappt om samen te gaan, man. Maar ja, jullie gingen later. Ja, Paul had elkaar gereserveerd, dus ja. Juist, en ik was eerder, man. Wat vond je ervan? Ik vond het goed, maar ik had meer verwacht. Waarom? Wat had je meer verwacht? Of gehoopt? Ja, ik had die gevecht tussen... Kijk, ik begrijp het gevecht. Ik begrijp wel tussen... Tegen Ren en... Spoilers, mensen. Anders moet je nou niet gaan luisteren. Want we gaan gewoon fucking spoilen. Het is hoe lang geleden? Vorig jaar. Ja, precies. Daar mag je gewoon over lullen. Ja. Van tussen Ray en Ren had ik meer van verwacht. Ja. In welke manier meer van dat naar elkaar toekomen? Of dat ze verweven waren met elkaar? Ja, ik begrijp. Kijk, vaak. Hoe zijn hun verbonden nog eens? Want haar moeder en zijn vader waren broers... Nee, ze delen gewoon een connectie in de Force. Ja. Ja, dat maakt het bruut. En had jij gedacht, dit is geen moment bij mij opgekomen, dat ze een Palpatine is. Ik dacht, dankjewel. Ik dacht altijd dat zij hoe heet het? Dat ze richting Obi-Wan gingen, weet je? Dat ze een Kenobi was. Weet je wie zei? Mijn zoontje. Het goddamn internet, man. En zo 13 jaar is hij geworden gisteren. En die zegt tegen pap, Palpatine is het. Ik zeg, nee man, die is toch dood? Nee, zegt hij, pap, Palpatine is het. Hij is 13, hè? En ik kijk die film, heel leven heb ik die film gevolgd, maar hij is 13. He connected the dots. Hij zegt, nee pap, Palpatine is het. Darth Vader is een ondergooi. Ja, papa, zegt hij, die is ondergooi, maar die is ingevallen, die is uitgekomen. Nee, die is dood. Ja, maar die papa, luister. Die bliksemstraal wat hij heeft, hè. Ja. Dat is die blauwe licht van afgekomen. Toen je hem erin gooit. Ja, maar toen wist ik het. Toen was het duidelijk. Toen ze dat schip... Toen wist ik... The goddamn bitch is a fucking Palpatine. Hey, wat ook die motherfucker. Ja, man. Ongekend, hè. Ik was blij met het einde, man. Ik was echt zo... Het was een mooie einde. Ja, man. Want terug naar waar het allemaal begonnen is... hoe heet het? Luke's en Leia's lightsabers samen in de aarde. Ja, dat was voor mij zo mooi. Ik vond wel niet cool hoe Luke doorging. In deel 8. Te easy. Te makkelijk. Te easy. Voor zo'n character. De hele... Ja, sowieso. Wat ik ook heb gezegd. Sowieso dat deel. What the fuck, jongens. Wat hebben jullie gedaan? Snap je? Ik was een beetje boos. Heb ik je opgewacht? Ja, en dan krijg je zoiets. Ja, precies. Rogue One. Goeie film, hè. Shit, goeie film, hè. Ja, man, alleen man, het man. Einde, toen je ding ontplofte. Ik zeg, what the fuck, hoor. Die gaan door. Ik zeg, what the fuck. Dat kan toch niet? Op een gegeven moment, jawel, dat hoort zo. Maar terwijl Han Solo ook goed was. Ja, vond ik ook goed. Ik vond Solo ook goed. Ja, man, Solo was ook goed. Maar ja, je weet, 4 en 6, hè. Het zijn originele, hè. En?
Nummer 4, 5 en 6, dat zijn de originele. Dat zijn de originele, ja, ja, ja. Die blijven voor mij ook, waarbij de Empire Strikes Back is. De beste. Fucking best. De beste. De beste. Ja. Maar ik kan The Force Awakens ook erg waarderen. Staat trouwens nog altijd op nummer 4 of 5 highest grossing movies of all time. Hè? Serieus? Ja, op 1 natuurlijk Endgame. Ja. Op 2 nog steeds Titanic. Op 3... Nee, op 2 Avatar, 3 Titanic en 4 of 5... Force Awakens? Force Awakens. Ja, yeah, man. Kun je eens een lijst erbij pakken van highest grossing movies of all time, Robin? Highest grossing movies... Ja, man. Star Wars, man. Ja, de shit, hè. Kijk, ik heb hem hier, jongen. Ja, man. Millennium Falcon, man. Mijn zoontje is niet zo van de Star Wars. Nee? Nee, man. Hij is niet van de Star Wars. Ja, wel thuis, maar allebei. Mijn oudste ook, die is 20. Ik heb het geaccepteerd. Die is Star Wars. Ja. Maar die is niks van Marvel. Oké. Okay. En de jongste heeft met allebei. Oké. Okay. Oh, man. Best of both worlds. Snap je? Oh, te gek, hè. Dus, ik heb ook allemaal van die poppetjes helemaal, hè. Oh, 20 Minions? Nee, fuck off. Welke staat dan, gast naar het... Ga zoek maar gewoon even top 10 best verdienende films. Doe maar dat maar. Top 10 best verdiende films. Sorry, ik moest even... Nee, toch? Ja, ik... Dus jouw oudste, die houdt van Marvel... Nee, die houdt van Star Wars. Star Wars. En de jongste is van Marvel en Star Wars. Oh, dat is vet. Ja. Dat is vet. Ja. Ah, man. Ja, mijn zoontje niet, man. Die houdt... Maar die is wel, dat merk ik heel erg, en... Van de computers en hij snapt dat. Snapt die shit allemaal. Ja, ja. Dus eigenlijk. En hij vindt ook buiten spelen en dat vindt hij ook allemaal geweldig. Dus vind ik ook een goede balans heeft hij daarin. Oh, goeie. Ja. Dus hij is slim. Ja, Robin, jij bent handig met computers. Jij zegt mees even aanleg, hè? Voor die shit. Hij doet. Mijn neef wordt soms gek van mijn zoontje, jongen. Ja, dan heeft hij even. Ik weet niet hoe dat precies zit. Een server dan geregeld en dan. Wil die Minecraften met zijn oudere neef. Ja, ja. Mijn zoontje snapt natuurlijk niet dat hij 18 is in zijn eigen leven. Wat de jongens van 18 doen. En hij zegt, ik heb Robin al geappt. Dit. We moeten echt spelen. Hij maakt geen tijd van mij. Kom op. Hij reageert bij mij nooit, bij jou wel. Ik zeg, ja, nee, dat is anders. Ik heb hem ook uitgelegd, man. Heb je hem? Waar zijn we? Top 10 best verdiende films. Nummer 10. Ja? Is dat dan? Is ja. En nou 9, gaat ze naar 9? Ja. Fast 7, denk ik. Of Fast 9. Hobbs & Shaw, ja. Hey, Aladdin? Ik denk dat dit van de afgelopen jaren is. Gewoon echt Aladdin? Is... Ik heb hem niet gezien. Robin, je moet All of All Time eraan toevoegen. Ja, All Time, en dan heb je hem. Sam gisteren gezien. Hoe vond je Aladdin? Ik heb hem niet gezien, Sam thuis gezien. Ik hoor niet van de films waar gezongen wordt. Ook een soort musical-achtig. Ja, daar hou ik van. Oh, ik kan dat wel waarderen, man. Nee, ik heb er niks mee. Eén liedje, oké. Maar niet de hele film. Nee, oké, okay, ja, dat is fucked up. Hey, The Lion King dan, hè? Oké, okay. die was zo fucking goddamn real, dat het niet meer kon van... Ja. Toen ik de eerste keer zag, dat is off. Leeuwen die aan het zingen zijn, waren gewoon echt... Dit klopt niet meer, lui. Weet je, dat is freaky. Luister, had ik met zo'n auto. Mijn vrouw met mijn kleine van de auto rijden. En hadden we over film. Zeg, lijkt een goede film. Ja, alleen toen die Beyoncé begon te zingen, was het einde film voor mij. Ik zeg, ja... Klopt ook niet. Hoezo moet je gaan zingen in een film? Je bent een leeuw. It's weird. Snap je? Oké, Hakuna Matata hoort bij de film. Maar die moet erbij. Shit moet erin. Snap je? Maar daar blijft het ook bij. Ja. Ik had... Nee. Ik was echt... Goddamn. Ja, dat is de lijst, denk ik. Ik was echt... Dit is the list, Odan. This is the list. Eens kijken dan. Check the goddamn... Kia Endgame op 1. Hoeveel? 2 miljard? 2 miljard... Dat is geld. 2 billion. 2 biljoen hebben we het over. 2 biljoen. 2,7. Ja. Damn. Avatar. Liggen wel dicht bij elkaar, hè? Ja. Is maar met 10 miljoen, denk ik, te gaan voorbij, of niet? Titanic. Daar, kijk, zie je? Ja. Force Awakens op 4. Nog boven Infinity War. Zou je niet zeggen, vallen? Dat snap ik dan ook niet, weet je. Hoe kan Infinity War nou niet bij Endgame? Ga je dan... Wie zei dat nou laatst tegen mij? Ga je dan alleen naar deel 2? Snap je? Hoe kunnen die films niet gelijk zijn? Nee, precies. Nee, begrijp ik niet. Maar het heeft denk ik ook met merchandise en alles te maken. Ja, Star Wars is de grootste merchandise ter wereld, hè? Hey, ja. Is dit Lion King? Oh, het jaartal staat erbij. Damn, Lion King 2019, waar we het net over hebben, die staat gewoon op 7.
Ja, joh. Kijk, de eerste Avengers gewoon... Hey, Furious 7. Weet je wat de goddamn Fast and the Furious... Heb je de trailer gezien van die laatste dingen? Robin, ga eens naar IMDb alsjeblieft. En dan zoek je Fast and the Furious, laatste trailer. Heb je de laatste trailer? Nee. Ik zweer het je, jongen. Ja. The Next, races in de ruimte. Het wordt steeds zieker daar. Ja, het wordt... What's next? Die jongens begonnen met straatracen. Ja. Ze zijn ook geheime agenten geworden. Alles doen ze. Die fucking laatste trailer, dat gebeurt natuurlijk super ultiem vet. Hij rijdt gewoon zijn auto over fucking cliff. Dan wordt hij met een kabel opgevangen en zo. Daarom zeg ik next. Maar ik vraag me af, hè, hoeveel tijd doet hij dat? Ja, het hele jaar door heeft hij actie. God damn it, man. Shit. Is dit die trailer? Ja, kijk. If we do this, we risk everything. En ik hier stel het, hè. Bro, check heb je deze trailer nog niet gezien? Nee, ik ga checken. Kijk, what the motherfuck? Bro. Wat? Zeker, man. Met je cliff en de auto vrijen. En erin zijn de kabel. As we look to 2020. Is goed, dankjewel, Robin, man. Chillen, kijk, man. Hè, zo doe het achter de knoppen. Pop, pop, pop. Klaar. Vind ik vet, man. Ik heb niks met de computers. Nee, ik ook niet. Ik heb er niks mee. Ik begrijp er niks van en ik doe er ook niks mee. Maar ik support het wel voor mijn zoontje, weet je. Ik kan allemaal heel eng gaan lopen. Doen van, oh, papa snapt het niet, dat is eng. Nee. It's the future, man. It's the future. We moeten. Daarom. We moeten. Ja, we moeten, want mijn zoontje ook. Kijk, daar is een huiswerk via je laptop. Ja, nu, ik vind het trouwens leuk, hè. Dus jouw kids hebben nou huiswerk, dus ook via gewoon... ik heb bijvoorbeeld dan in de mic praten, Kenny. Ik heb bijvoorbeeld dan via een app, via school, een site, Easy. Ja. En dan staan gewoon prachtig, meestal is het rekenen, taal, spelling. Ja, ja. Die stukjes die staan er dan in, die kan ik gewoon met hem afwerken. Ja, is geweldig. Ik vind homeschooling echt leuk. Ja, gelijk, want de NCV bij school is fronter. Ja, wij kunnen alles meekijken, alle berichten krijgen we door. Alles mails, alles kunnen we meelezen. Is echt perfect, man. Dus wat, nou, stel je voor, ik denk dat deze pandemie zou nog wel eens echt een eye-opener voor heel veel dingen kunnen zijn. Heel veel mensen zijn thuis aan het werken. Die moeten misschien dat bedrijven zich moeten gaan afvragen. Is het nog wel nodig dat we zo'n groot kantoorpand hebben? Kunnen we dat niet halveren? We hebben gezien dat mensen thuis kunnen werken. Het levert minder uitstoot. Ja. Ik denk dat echt allemaal. Ik denk dat we heel veel lering kunnen trekken uit deze pandemie. Kijk, mensen zijn thuis, mensen gaan elkaar socializen, mensen gaan elkaar leren kennen weer. Precies. Ook partners, ook man en vrouw gaan elkaar leren kennen. Ja. Oh, en haten. Sommige is het af en toe te veel. Dat je vrouw of man elke dag, als je op moment dat je even thuis met werken bent, is even doorbijten, maar uiteindelijk kom je hopelijk beter door. Of luister, het kan van beide kanten, of je gaat uit elkaar, kan gebeuren. Misschien ook beter voor de gezin. Wie weet. Ja, nee, maar hier kun je heel veel... Ik hoop echt dat we hier, dat wij als mens, de mensheid, gewoon heel veel lering hieruit trekken. Ik heb altijd het beste, weet je. Ik probeer altijd uit te gaan van het beste van mensen en ook... hoe heet het? Dat mensen goed zijn en als je uitzoomt en naar de aarde kijkt, doen we het eigenlijk best goed. Als je terug gaat kijken waar we vandaan komen als mensen, wat we allemaal al bereikt hebben, zijn we eigenlijk gewoon fucking goed bezig. Alleen zullen ze altijd Jan Jokers zul je hebben. Maar als ik dan ga kijken en dan zie ik naar die filmpjes met die toiletrollen en wat er allemaal gebeurt in die winkels, dat mensen, en dan denk ik, oh, daar krijg ik een plaatsvervangende schaam. Denk ik, zo schaam je je nou niet. Dit hoeft toch helemaal niet? Nee, precies. En zeker niet in Nederland, hè. We leven toch in een welvarend land, leven we. We betalen veel. We betalen echt veel. Ja. Maar... Het is best goed geregeld allemaal in dit landje. Deze commentaar heb je altijd. Ja, ja toch? Kijk, altijd. Maar af en toe zeg je, ja jongen, het is goed zo. Precies. Kijk, ja, met die corona gedoe nou, ja. Luister, ik heb een bedenking over. Ik zal er meer mensen mee hebben. De situatie hoe het gaat nou. Maar het is ook zijn goede kanten. Ik ook. Ik denk, ik zeg dat gewoon. Ik heb daar scheid aan, weet je. Interessant. Nee, iedereen heeft die filmpjes voorbij zien komen. En dan kun je niet omheen. Van Valkabal natuurlijk, die vrouw. Ja, ja. Ik moet haar vragen voor de podcast, man. Ja doen, man. Serieus. Echt, doen, man. Als je dat doet, man, dan krijg je views. Ik zweer het. Ik vind zo iemand super interessant. Tuurlijk. Die is intelligent. Die heeft onderzoek gedaan. En daar hou ik van mensen die alle dingen uitpluizen. Weet je, en ons van de informatie voorzien. Kijk, zij presenteert iets, hè, die filmpjes. Kun je dus kijken, ik heb hem daar ook op geabonneerd, Robin. Op Valkabal YouTube. F-A-L,
L en dan Cabal met C-A-B-A-L. Valkabal. En zij heeft dus drie COVID-19 filmpjes gemaakt. En eigenlijk zeggen wat zij zegt, het is een man-made virus. Eigenlijk losgelaten om alle protesten, ook op de bijvoorbeeld een voordeel ervan zou dan zijn. Ja, even kijken. Ja, met die protesten in Frankrijk, hele hesjes, Italië. Was het zo... Ja, dit is hè. Kijk, kijk eens naar COVID. Daar is de rechtsboven is deel 1. Tik maar eens zo'n filmpje aan. En dan laten we het even zien. En dan kijk, 10 verhaallijnen. En dat zijn dan, zij vertelt eigenlijk... De wereld is momenteel in de greep van een nieuwe pandemie. Oké, ja, dat hoeven we nou niet, dat moeten mensen maar zelf doen. Ik zal het onder de podcast, zal ik deze link naar het kanaal... Ja, maar even checken. Ja, weet je wat dit is? Kijk, ik vind het altijd goed dat er mensen zijn die dingen twijfelen en vragen stellen. Want als we dat niet doen, kijk, wat ik vind, we worden al jaren, dat is mijn mening, bij de neus genomen. Jaren. En ik geloof 70-80%, 60-70% zit de absolute kern van waarheid in wat zij vertelt. En daar geloof ik ook allemaal ik in. Ik ook. En op het einde gaan ze wel een beetje heel erg ver met Kennedy Jr. Ja, ja. Dat hij nog zou leven en terugkomen. But you goddamn never know. Maar ik sta nergens meer te kijken in deze wereld. Het zal wel het ultieme bevrijdingsverhaal zijn. En ik heb ook altijd gezegd, Trump wordt president van de vrijheid. Die wordt gekozen weer, hoor. Ja, ja sowieso. 2020 is sowieso een belangrijk jaar. Hè? Die wordt gekozen weer. Ja. Maar hij doet goed daar, hoor. Ja, man. Hij doet goed. Ik wil hem niet gaan omhoog halen. Zeker, hij heeft de meeste banen. Ze zeggen ook dat dit backfired, weet je. Ze hadden gedacht dat, ik praat alsof het feiten zijn. Dat is het natuurlijk niet. Het wordt gesuggereerd. Ja, dus als ik het erover heb, dan moet spreek ik in de vorm van, het kan zo zijn. Ik zelf geloof in dat een deel echt wel daarvan waar is. Maar daar geloof ik al jaren in. Ik ook. Bij mij werd het echt duidelijk, bij 9-11 wel duidelijk, van nou, hier klopt iets niet. En nou met die corona, nou zie je gewoon, nou, kijk, heel veel dingen worden geheim gehouden nou, zoals stikstof. Daar weet je niks meer van. Nee, ja, ik had een berichtje. Serieus, kijk, ik doe het, check mijn goddamn Facebook. Ik had een berichtje geplaatst, Robin. Check mijn goddamn, dude, let op. Dat was een teletextbericht. Want natuurlijk gaat dat, de lucht is nu schoner boven Nederland. Dat is minder uitstoot, minder werk. Maar dat waren de boeren toch schuld. Die moesten toch hun stikstof... De boeren blijven zelf doen, hè. Voor de boeren is niks veranderd. Ja, dat denk ik ook. Ja, dus, snap je. Tuurlijk ligt het allemaal wat gecompliceerder, maar ik gooi er een beetje cynisme en sarcasme tegenaan. Maar het is wel iets om over na te denken, natuurlijk. Ja, had je mijn tijdlijn gezien, dat berichtje? En veel mensen die vergeten, denk aan die 5G. Is ook niet goed, hoor. De 5G, dat beschrijft ze, dat is dan in Wuhan. Wuhan is een van de gemeentes geweest in China waar ze 5G hebben getest. Ja. Dan blijkt 5G op een bepaalde frequentie te werken die gewoon die mogelijk schade kan toebrengen aan de mens. Onze cellen, ons systeem, ons zenuwstelsel. Ja. Dat is het. Kijk, nou, als gevolg van de maatregelen, nou, mensen kunnen zelf ook flink schoner geworden. Juist. Ja. Dus ik zet er dan heel bij de hand bij van... wat zegt John? Nee, dat is de bodem. Ammoniak, wel opletten. Oh ja, dat is John. Goed grapje. Ja. Van alle stront. Ja, nee, ja toch? Dus ja. Wat hoor jij? Hoor jij ook een... Ik hoor een motor. Dat is een motor. Ja. Ik hoor een motor bijkomen. It's the goddamn CIA, man. Nee, langzaam. Nee, maar dat is gewoon zo, man. Weet je, dat is gewoon, ja, je merkt gewoon dat... Kijk, elke dode is één te veel. Ja. Tuurlijk. Al die mensen die al mensen in corona verloren hebben, is erg. Maar als je gaat vergelijken hoeveel mensen sterven in alle soorten ziektes. Je hebt diabetes. Je hebt hongers. Je hebt zoveel ziektes met een dood aan gaan. Ja, zeker. En sterven veel meer op een dag zelf. Ja, zeker. Als je alleen al aan honger sterven er 15.000 mensen per dag. Ja. 15.000. In Afrika sterven 27.000 kinderen per dag onder de 5 jaar de hongersnood. Ja. Per dag. Hey. Kijk, en nu kun je die tweet van Peter R. de Vries eens erbij pakken. Kijk, Peter R. de Vries, mensen kunnen zeggen van die man wat ze willen, maar dat is geen domme man. Dat is een irritante man. Ja, dat is een hele intelligente man. En zelfs hij tweette iets. Doe maar, P,
Peter R. de Vries tweet, dan ga je echt wel cijfers corona. Dan ga je echt wel zoiets vinden, Robin. Hij tweette dat hij moest er dus toch aan blijven denken dat in 2017 de statistieken met, ik weet niet welke, met de griepepidemie die toen in Nederland was. Ja. De griepepidemie in de wereld. Dat die cijfers, die lagen veel hoger dan nu het coronavirus. Maar kijk, ik ben ook geen geleerde. Ik kan er ook niks zinnigs over zeggen. Maar ik weet één ding wel. Cijfers liegen niet. Nee. En het is ook altijd belangrijk om te weten waar de cijfers vandaan komen en waar het op gebaseerd is. Precies. Maar ik weet wel dat Peter R. de Vries is geen domme man. Dat is een intelligente man. Die weet hoe dingen werken, hoe systemen werken, hoe het politiek werkt, hoe het justice system werkt. Dus die man, die weet wel waar hij over praat. Ja, nou, Bronnen, wat hij heeft, zelfs ook. Precies. Heb je wat gevonden, Robin? Op zijn Twitter. Dit zie ik. Wat zal het niet zijn? Mees? Ja. Ja. Je hebt geluid aan. Ik hoor het maar. Ik hoor ook. Ik zeg, ik hoor toch muziek ergens vanaf voor. Weet je, kijk even of een stekkertje goed erin is, joh. Dat is gaaf. Oké. Dankjewel, schatje. Top. Even kijken. Bloei erin. Nee, gas. Nee, de Vries twittert normaal niet zoveel. Dus hij zal ergens bovenin zitten. Hij zal ergens bovenin zitten, Robin. Die jongen Twitter. Ja, Twitter is mijn ding. Twitter, ben echt verslaafd aan Twitter. Ja, serieus? Ja, ik ben echt verslaafd. Ik heb nog nooit gedaan, Twitter. Maar ja, kijk eens. Dat is de tweet. Ik worstel er toch wel een beetje mee dat er in de winter van 2017-18 in 3-4 maanden tijd bijna 9500 mensen in Nederland griepgerelateerd overleden. Cijfers RIVM, hè? Mm-hmm. Dit was nooit het gesprek van de dag of opening NOS-journaal en er werd geen extra wc-rol verkocht. Nee, precies. Snap je? Je kunt zeggen wat die man wil, maar die snijdt hout. Ja, maar dat klopt ook zo. Dus ja, ik geloof echt wel dat er ergens. En ik heb ook inlichtingen gedaan. Wel op het laagste niveau. Maar dat betekent wel dat je een beetje inzicht hebt. En weet hoe systemen en dingen werken. En mijn laatste functie in militaire dienst heb ik ook op het vak van chemie en radiologie en biologie. Biologische verkenningen moeten doen. Ja. Dus ik weet wel enigszins hoe dingen een beetje in elkaar steken. Genoeg om voor mezelf een beeld te vormen en waarvan ik kan zeggen van oké, er is meer aan de hand. En ook wat we toen straks over hadden, die frequentie met 5G. Kijk, er is een moment dat toevalligheid houdt ergens op, hè? Precies. Op een gegeven moment is iets niet meer toevallig, hè? Snap je? Precies. Opeens komt corona uit niets aanvliegen. Ja. Van hé, ik ben er toevallig. Waar komt er vandaan? Ja, ik weet het niet. En mensen zeggen ja, van de Chinezen bij Wuhan, de markt, hebben iemand een vleermuis gegeten. Maar dat kan al niet, hè? Volgens mij eten het al meer dan 100 jaar vleermuizen wel. Nee, maar virus kan bijvoorbeeld niet overgaan van dier op mens. Ja, maar dat kan al niet. Ja, hoe lang eten ze al vleermuis? Hoe lang eten de mensen al vleermuis? Nee, die lui die eten alles. Is niet sinds vorig jaar, hè? Die eten van hun leven. Nee, dat weet ik niet. Ik geloof daarom, ik zal echt wel. Ik ga dat kanaal ga ik even koppelen aan. Ja, doe maar. Als ik straks tracklist ga maken, man. Rob, oh. Nee, Robin, neem mij een biertje mee. Ik ga gewoon een biertje drinken. We gaan een biertje doen. Wat denk ik? Ja, voor mij mag je. We gaan een biertje doen. Heb jij nog wat? Ik heb nog, maar ik moet rijden nog dadelijk. Hè. Oh ja, rustig aan. Dus ja. Dus ja, jij gelooft dus ook dat er is meer aan dan denk ik. Ja, 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 ja. Eentje, ja. Is te duidelijk. Ik denk ook dat de wereld, ik zag wat we zeiden, weet je, dit gaat ook, dit gaat even goede en slechte dingen. Wat je zei, op het lage, klein niveau, in een gezinssituatie gaat men gedwongen nu, moet men meer tijd met elkaar doorbrengen. Nou, daar gaat wat uitkomen. Ja. Weet je, ja. Dus ik ben heel erg benieuwd voor Nederland en voor de wereld sowieso, wat de lessons learned. Ja, precies. Het gaat ook weg, hoor. Ik zeg, kijk nou hier. Oh, thanks, nou is nou een ding, toen de lockdown hier. Ik zeg, ja luister, ja, dus tot 1 juni. Ik zeg, hey, 1 juni zijn 8 weken. Ik zeg, tot april zijn nog 4 weken, tot mei zijn 4 weken. En 4 weken kan veel gebeuren. Ik denk dat die lockdown, wij zitten als Nederland, dan moeten mensen ook eens even goed realiseren, nog niet echt in een lockdown. Hè? Nee. En ik vind dat ons land dat goed doet. Ook met, ik was voorstander van scholen dicht. Maar wat Nederland in ieder geval niet doet, en dat is goed, is gewoon, Duitsland doet het, België doet het.
Wij gaan mee. Nee. Dat ze, dan zou Nederland hetzelfde doen. Als ze dat doen, dat men, dan gaat Nederland als land wc-rollen snel inslaan. Snap je? Zo die vergelijking doe ik dan maar even. Ja, ja, ja. Nee, wat doet Nederland? Hey, wacht eens even, stap terug. Wij raadplegen gewoon de juiste instanties, wachten op de cijfers. Die komen met een advies en aan de hand van dat advies gaan wij als Nederland beslissen. En wat Duitsland doet en wat België doet, dat moeten zij zelf weten. Ja, want België moet alles dicht. Ja, en ik snap het. En kijk, de EU is toch wel heel erg door de mand gevallen nu. Dat was de eerste instantie die alles dichtgooide. Hè? Ja. En kijk, en je ziet het nu, dit is ook weer zo'n punt in slechte tijden. Kijk, en ik snap het wel. Men zorgt voor zichzelf. Fuck Europa dan. Kijk, voorbeeld. Mondkapjes worden allemaal geleverd in Nederland. Zoals ik het heb begrepen uit een nieuwsbericht. Vanuit Frankrijk levert aan Nederland. Mondkapjes, handschoenen, dat soort. Maar dat... hoe heet het? Kort afgeleid, sorry. Frankrijk heeft dus niet meer geleverd op een gegeven moment. Wij houden dat zelf. Ja, precies, ja. En ergens begrijp ik dat. Natuurlijk. Ja, dat is eigen mensen gaan eerst natuurlijk op dat moment. Mm-hmm. Maar ik begrijp, Nederland, hoeveel dingen geen bedrijf die mondkapjes maakt? Weet niet, misschien niet op grote... dat zal heus wel gebeuren, maar niet op grote schaal, ja. Ik weet wel dat Nederland heel erg, zeker in wetenschappelijk gezien en in de zorgsector, hele goede dingen doet. Wij schreeuwen is in Europa. Wij zijn smart motherfuckers, Nederlanders, jongen. Dat is echt zo. Ja, man. Alleen, ja. De microscopen ziet van ons, hè? Ja, de CD toch ook? Ja, zeker. De CD, de DVD, allemaal Nederlands, man. Damn, smart, man. Smart motherfuckers, kleinste land van Europa. Ja, man. Ja, man. Nee, dus, man. Mensen, abonneren. Abonneren. Moet je klaarmaken, wie? Ja, ik vind het een hele leuke podcast nou, om met jou om te doen, man. Ja, ik ben aan het enjoyen, dus ik zei ook van, pak een biertje. Zeg toch, als je met vrienden is altijd, is anders, ja, weet ja, je. Ik zit hier anders erbij, weet je. Ik kan gewoon ouwe hoeren over... Je kan doen wat je wilt hier nou. Ja, over dagelijkse dingen kan ik ouwe hoeren, kijk, ja. Ja, man. Ja, top, ik ga zo wel even pissen, zeg maar. Ja, nu al. Hey, top. Ja, ik denk ook, Danny, dat speelt veel meer. Maar ja, we moeten. Wat merk jij bijvoorbeeld thuis? Wat zijn voor jou de dingen waar je nou tegenaan op struikelblokken? Dat je denkt van, zo, nu ik thuis zit, heb je dingen voor lief genomen? Of, ja, nou merk je dat mijn vriendin toch heel veel dingen thuis doet, hè? Dat de vrouw thuis heel veel dingen doet, hè? Ja, die jongens zijn bezig houden. Klussen in huis. Al die klussen, ik heb alles gekomen. Nou kun je niet van, ja, ik moet werken. Nee, je bent thuis, jong. Je bent thuis. We in this together now. Snap je? Nou moeilijk, want thuis, ik kom thuis gisteravond. Allemaal spullen leggen daar. Ik zeg, ach, nee, ja. Wat heeft ze nou weer gedaan? Heeft ze in de wasbak liggen opruimen. De spullen weg, die staan klaar. Dus als ik straks thuis kom, zeg, ja, gaan we samen even uitzoeken. Zeg, ja. Fuck. Ja. Maar ja, je moet het. Je kunt zeggen, ja. Nou, maar het maakt niet uit. Het gebeurt toch. Het moet toch gebeuren. Moet toch gebeuren. Het enige wat je dan kunt doen, en zeker als de vrouw... Bij vrouwen is dat het zo... Dat gaan we doen, dan is dat ook al bepaald. Ja, je kan wel zeggen van, ja, maar dit... Nee, ja, je weet uiteindelijk, het gaat gebeuren. Ja, dus ja, maar ja, kijk. Als hij blij is, happy wife, happy life, zeggen ze. Precies. Maar wat zeggen ze ook vaker? But a good woman makes your dick hard, not your life. Ja. Dat zeggen ze ook wel. Dat is ook zo. Dat is wel zo. Is ook zo. Of je moet met een gecompliceerde motherfucker zoals ik leven, dan gaan ze ook uiteindelijk weg, wat ik begrijp. Ja, maar jij bent vrijgezel? Ja, bewust ook. Vrijgezellig? Ja. Ja, nee, is goed toch? Nou, er is iemand soort van in beeld gekomen, man. Oké. Laat maar. Nee, maar je luister, je hoeft geen relatie te hebben als je dat niet wilt, hè? Nee, man, ik ben too scared shitless voor die shit, man. Ja, ik heb mijn leven in orde zoals ik nu leef. Ja. Weet je, het is voor mij al heel wat. Ik heb een week met mijn zoon hier en dan ben ik er voor hem. En dan heb ik een week met mezelf. En geloof me, met mezelf heb ik het soms al lastig genoeg. Ja. Dan ook nog eens een vrouw. Dus of ik moet net zo gestoord mensen als ik moet erbij zijn, dan lukt het meestal wel. Ja, maar je brengt rust in je leven, die kleine mannen. Ja, absoluut. Ja. En richting en focus. Precies. Belangrijk. Precies. Ja. Maar ik had dat niet, laten we daar eens over hebben, man, het vaderschap. Ik had bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik had niet dat gelijk, dus dat ultieme vader, die leeuw die over die welp waakt. Dat had ik echt pas toen die 2, 3, toen die 3 werd. Ja, ja, ja. Toen voelde ik me, wow, ja. dit is mijn fucking kap, weet je. Ja, dit is mijn welp. Ja. En
Ik weet niet. Wat het bij mij heeft gedaan, het heeft mijn ego echt kleiner gemaakt. Ik ben humbler geworden en ik heb, hoe heet het? Ik waardeer het. Ik vind mezelf niet meer zo belangrijk. Nee, kijk, onze zoon van ons is mijn stiefzoon. Kijk, we zijn al 17, 18 jaar samen. Hij was 2,5 jaar in mijn leren kennen. Zijn eigen vader is in de picture nooit geweest. Hij is immers zijn vader. Ja. Maar het heeft me ook veel moeite gekost om die band op te bouwen met hem. Want ik heb zelf geen vaderrol in mijn leven gehad. Altijd door mijn moeder en mijn oom opgevoed geworden. Mm. En het was voor mij ook echt moeilijk om die band met hem te krijgen. Dus het heeft echt een tijdje geduurd. Mm-hmm. Zonder, af en toe zijn er altijd strubbelingen geweest. Maar het was moeilijk. En toen mijn bloedzoon kwam, zeg maar. Ja, biologische zoon. Was die klik vlugger daar, want anders is. Ja, dat klopt. Dat is een beetje, dat is op cellulair niveau, wil ik dat zeggen. Ja, ik geloof daar in, weet je. Zoals bij Avatar, die klik is meet, weet je. Je bent eerder plugged in. Ja, dat snap ik wel. Maar het is mooi dat je dat zegt. Ik heb er nooit over nagedacht. Dat zegt iedere podcast leer ik weer iets. Dat jij, dus dat vanaf 2,5 jaar, daar heb je eigenlijk, als ik je goed begrijp, voor moeten vechten, houden, voor moeten werken om die band te establishen. Ja, want het was moeilijk, want het was vaak ook tweet. Kijk, hij is mijn zoon, ik hou van mij, is mijn zoon klaar, punt uit. Ja. Is niks anders, hij is mijn zoon klaar. Ja. En de biologische vader is nou ook nog steeds niet in beeld. Nee, dat is nooit geweest. Dus ja, één keer ben ik ook blij om het niet zo is. Mm. Snap je? Kijk, ik kan er ook problemen opbrengen, maar ik ben blij van niet. Ja. Maar hij is mijn zoon, is gewoon zo. Maar het heeft lang geduurd omdat je die klik kan vinden. Ja. Het was altijd vaak problemen, of 2-1, 2-1. Kijk, begrijp ik ook van haar kant dat haar zoon is. Dat moet ze doen, maar het is moeilijk voor mij om het echt moeilijk uit te leggen. Het is moeilijk om in te stappen. Nee, je legt het goed uit. Ik begrijp het. Zoals als je zegt, het is moeilijk om in te stappen. Ja. Want het is net wat je zegt. Je hebt hier twee dingen. Ja. En hier ben ik. Ja. Ja. Ja, zo. Ja. Jij moet aan die denken en aan die denken. Ja, ik heb daar respect voor, man. Ja. Knap. Ja, ik denk dat vaak wordt vergeten. Ik heb het zelf ook. Kijk, mijn ex-vrouw die woont nou ook bij samen met een andere gozer. Ja. Gewoon niet veel contact. En dat met mijn ex wel, maar met hem niet zo. En ik praat er ook niet mee. Ja. En dat is ook allemaal niet nodig. Maar wat ik wel weet, is gewoon dat hij het goed heeft. Hij heeft het leuk daar. Belangrijkste. Dat is echt, dat vind ik belangrijk. Ja. En verder, we hebben daar niet over. Maar ik kan je zeggen dat ik als vader, biologische vader, fucking gerustgesteld ben dat hij daar zit bij een goede dude. Ja. Maar serieus, dat is echt belangrijk voor mij. Natuurlijk belangrijk. Ik ben blij dat die gast echt in orde is. Ja, als hij tegen van papa, hij doet dit bij mij. Ja, jongen, daarbij sta je aan de deur, hè? Ja, dat gebeurt eigenlijk zelden. Eigenlijk is het nog nooit voor. Eén keer. Ja. Weet je, dan moet ik me ook... Was hij, geloof ik, boos geworden. Had iets gegooid naar die gozer. En die raakte hem. Dus die schrikt en die valt een beetje uit. Logisch. Ja. En dan zei hij dat tegen mij. Natuurlijk, kijk hoe ik daarop reageer. En dan merk ik toch wel dat mijn verstand moet zeggen, ik moet mij verplaatsen. Dus niet in mijn zoon. Nee. Maar ik moet mij verplaatsen in die jongen. Ja, van de hele. En dan kan ik dat uitleggen waarom hij zo heeft gereageerd. Ja. Dus het is wel uitdagingen. Het heeft me heel veel geleerd, hoor. Ik leer je heel veel. Mm. Echt. Het is elke dag een gevecht, hoor. Een gevecht is elke dag leren wat. Ja, man. Ja. Struggles. Ja, ik vind het mooi, maar hoor. Nu, ik kan niet willen missen. Maar nu heb je echt... Die band is dan misschien nou juist nog... Ja, die is... Hij is al 20. Hij is helemaal cool nou. Ja. Snap je? Hij is zijn eigen ding nou. Het band is beter dan hoe het eerst was, ja. Mooi. Gelukkig wel, ja. Ja. Kan altijd beter. Ik moet ook meer tijd maken voor hem. Is ook zo. Ben ik ook veel eerlijk in. Maar het gaat beter. Ja, hij is nou een adolescent, hè? Dus hij is nou in zijn 20s. Ja. Zijn eigen shit doen. G-money, hè? Ja, G-money. Je bent alleen nog maar nodig wanneer hij het wil, weet je? Zo, ik denk dat zo op ergens zal. Maar hij woont gewoon thuis. Dus, mooi, man. Ja. Ik vind het wel mooi dat je daar zo over vertelt. Ja, je hoort veel jongens. Deug, man. Ja, veel jongens zeggen, ja, ik hoef geen vrouw met een kind. Ik zeg, ja, kan. Maar het gebeurt. Als je een vrouw als je op stap gaat, je een meid kennen, die zegt niet meteen van ik heb een kind. Fuck, nee. Zeggen ze niks. Nee. Ik wist het meteen al. Ja, het is gewoon een super lieve
eigenlijk een geweldige vrouw heb ik. Ja. En ja. Ik denk dat het, zoals ik het bekijk, hè. Ik zou liever, als ik nou met iemand wat zou krijgen, ja. Zou ik liever dat zij ook kinderen heeft. Want dan weet ze, ze snapt dingen beter. Precies. Ze snapt dat afstand belangrijk is. Ja. Tijd voor jezelf en met je kinderen, ja. Heel belangrijk. Dat heb ik bijvoorbeeld geleerd, dat ik na mijn relatie ben ik te snel in een andere relatie maar dat gestapt. Maar dat was vluchten. Ja. Dat was vluchten voor mij. En dan wil ik die andere relatie niet tekort mee doen, maar ben ik ook nu pas allemaal achter. Ja. Snap je? Dus niet dat die niet oké waren, niet tof, maar te snel en ook mijn kind daarin mee. En daar heb ik van geleerd, dat zal ik nooit meer doen. Nooit meer. En misschien ben ik, ik had het laatst ook met mijn ex erover, misschien ben ik te. Ze zegt, je moet ook dingen durven te laten, zeg zij nu tegen mij, je moet dingen ook durven laten gebeuren, loslaten. Ja, precies, ja. Dan denk ik, ja, de bitch got damn right, ze heeft wel gelijk. Ja. Maar ik ben te bang geworden, denk ik. Voor de relatie, denk je? Ja, niet voor de relatie. Ik ben echt door een hel gegaan. Ik heb het gewoon voor elkaar nu. Ik moest leren leven, man. Ik heb al fucking altijd bij Defensie. Ik moest thuis leren leven. Ik moest mijn eigen huishouden gaan doen. Dat had ik allemaal niet gedaan. Dat had ik allemaal altijd verliefd genomen. Dat deed mijn ex-vrouw altijd. Dus op een gegeven moment moest ik echt leren leven. En ik heb nu geleerd te leven. Ik heb mijn eigen systeem, mijn eigen ingericht. Omdat nu weer... Dat ben ik. Dat wil ik niet. Ja, ja. Maar ik merk wel dat ik nu... Er is iemand in het spel gekomen. Ik merk wel dat ik... bereid ben dat te gaan exploren. Maar ja, heel langzaam. Doe je het niet meer tijd, Marty. Niet meer tijd. Ja, het heeft geen haast, toch? Ja. Zolang geen pressure opkomt, doe je rustig aan. Under pressure. Ja, hebben we ook gedaan in het begin toen we met haar samenkwam. Hebben we ook bewust al even gekozen dat ik haar zoontje pas leren kennen. Of we kijken hoe het relatie verder zou gaan. Niet meteen contact. Dan gaat het na een week hard fout. Ja. Ja, ik zou de kinderen die klein ook niet aandoen, hè. Nee, sowieso niet. En kinderen zijn niet dom, weet je. Nee, ik weet zeker dat bij mijn zoon moet je niet te hard proberen. Nee. Gewoon relax doen. Dan gaat hij zich afsluiten. Ja. Hij komt er naar je toe. Ja, hij komt er precies. Ja. Hij komt en goeie. He's a smart motherfucker. Kijk eens wat zit je dat te sneaken, jongen. Te smilen, motherfucker. Ja, je bent weer aan lachen. Dude. Ja. Ik kijk dat je de camera niet omstoot. Bap, camera om, eigenlijk. Kleine boef. Ja. Ja, man. Eigenlijk een park hier zit, man. Ja, toch? Hoe lang zijn we aan het podcasten? Misschien zijn we er. Uur en een kwartier. Dat meen je niet. Uur en een kwartier. Serieus? Gaat vlug, hè? Gaat vlug, hè? Mag je niet, hè? Nee, we kunnen hem afronden. Oh, wat jij wilt, je kon het doorpraten, maar je mag eens uit. Hoe laat is het nou eigenlijk dan? Het is half drie. Ah, ja. Een paar minuutjes, 5 minuutjes kunnen we doorpraten. Zeker, man. 5 minuten doorpraten, zeker, man. Ik vind je chill, Marty. Serieus. Mensen man. Ja, mensen abonneren. Abonneren op het kanaal. Ja, toch? Ja, man. En wat ik nou bedenk, is gewoon... Toen de podcast dus eigenlijk, toen hij er nog niet was... Ja. Heb ik jou al gevraagd. Uitgenodigd. Ja. En nu zijn we 25 podcasts verder. Jongens, jij komt naar mij en zeg je... Ja, met een nechtje, Nettie, of welke? Wie voegt dan jou? Nettie is fucking jouw nichtje. Ja, ik kwam er laatst nog tegen, bij de Toy Champ was het, geloof ik. Toen heb ik gezegd van, ik heb hem uitgenodigd voor de podcast. Yeah. Ja, want op Park City kwam er mee toe. Vroeg je me toen mee. Ik zei, kom maar, is goed, doen we. Ja, echt zeker. Ja. Oh, dat ga ik nog wel missen. Park City, ik hoop dat ook. Ja, 4 juni, hè. Pinkpop zegt gewoon van voorlopig gaat Pinkpop gewoon door, gewoon zeggen door, ze. Natuurlijk. Maar ja, maar hoe moeten ze dat doen? Normaal zijn ze nu al, weet je wel, in het begin van de opbouw. Nou, weet je wat het is? Er is nog niks zeker. Hè. Tot 1 juni, maar het kan nog eerder gebeuren. Je weet niet, hè. Ja, maar dan hebben ze dus nog 2 weken. Want je mag dus nu, stel voor je moet het terrein opbouwen. Je mag dus niet meer met meer dan 3 mensen bij elkaar. Nee, dus kun je gaan bouwen. Dus, Hoe ga je dat doen? Ja, ik weet niet, ik zit niet in een organisatie van Pinkpop, maar dat lijkt me moeilijk. Maar ik denk ook, als ze het gewoon verspreiden... Ja, nee, dat kan toch niet? Nee, want opschrijven gaat ook niet. Nee. Ja, ik weet het, ik hoop het ergens van... Weet je wat ook misschien gevaarlijk is? Dat straks na 1 juni, dan is het nog niet voorbij, hè? Dan, het virus is er nog. We hebben alleen die lijn. Ze willen indampen, willen ze het. Ja. Maar ik vind gewoon, ja. Oké, het is voorbij, we gaan weer allemaal op elkaar. Kijk, het zal nooit voorbij kunnen gaan. Het is een virus. Een virus altijd. De griep is ook altijd daar. Ja. Ja, man. Snap je? Dus ik hoop het echt, want Park City Life, Pinkpop, en ze willen naar Pinkpop. Maar ik vind Pinkpop, kijk, ik vind het gewoon echt prijzig.
Ja, maar toch is het nog steeds het goedkoopste festival van Nederland als je het vergelijkt met anderen. Serieus? Ja, echt waar. Pinkpop is gewoon betaalbaar nog. Ze hebben wat meer geld in de kaarten gestopt, ja. Maar als het is echt betaalbaarder. Oké. Okay. Ja, ja, dan andere festivals. Ja, Park City is gewoon... Maar ik ben, ja, ik ben echt de Pinkpopper, man. Ik ben altijd jaren geweest. Ja. Op een gegeven moment ben ik niet meer gegaan. Toen ik zei, ik kan naar Park City. Dan ben je maar daar. Ja, ik vind Park City, dat is gewoon het leukste festival. Maar ik ben een echte Pinkpopper. Ja, ja. Maar als ik moet... Nee, ik kan niet kiezen, maar Park City is, weet je, dat is ons feestje. Ja, snap je? Dat is gewoon een heerlijks feestje. Met het heerlijk komt. Weet je dat artiesten, de organisatie, dus de beste artiesten, die willen op Park City live staan. Dat meen je niet. Dus het is andersom, op een of andere manier. Zie je dat? En wat ze super hebben gedaan, is natuurlijk dat sabbatical jaar. Ja. Dat ze een doorstart hebben kunnen maken. Anders was het... Ik wil graag iemand spreken van... dat gaat ook wel, hopelijk wel een keer lukken. Van de organisatie ja, van... en zeker nu, van hoe ze hiermee omgaan, weet je. En wat ik het toch, Roy? Ken je Roy Henskens? Roy Henskens zit hij in... In Park City zit hij. Ja, ja, ja. Vraag hem. Hey G, kom zitten. Ja, zeker man. Ik heb wel wat connecties gelegd. Ik heb wel wat nummertjes gekregen. Probeer maar. Mag ik nog een biertje? Ja, lekker, man, lekker. Oh shit, ik heb deze natuurlijk snel die hals afgeklapt, jongen. dan word je pas echt met de neus op de feiten gedrukt. Hey, je drinkt best snel. Nee, maar lekker toch, man. Moet je van genieten, zondag. Ja, maar het is zondag. Wat moet je anders doen? Het is zondag. Het hagelt sneeuw buiten. Ja. Ik heb sneeuw meegenomen weer. Ja, man, ik ongeluk. Die Curaçao-naar die hier gewoon, ja, Antilliaan. Ben ik Curaçao geweest? Jij? Nee, jij? Ik? Nee, man. Nee, ik niet. Mijn broertje wel. Die heeft daar een paar maanden gezeten. Nee, ik niet. Ik moet dat echt wel een keer doen. Ik wil graag gaan reizen als hij ouder is. En dan wil ik naar de Antillen en alles. En dan wil ik dat allemaal doen. Precies. Ben jij nog? Ga jij regelmatig terug? De laatste keer was 2017. 18, 2017, ja. Ja, spreek je gewoon papier mens. Ja. Dat heeft je moeder ook wel... Oké. Ja. Ja, thuis... Spreek je beter Nederlands dan papi mensen? Ja, weet je wat het is? Ik vind allebei, maar ik praat alleen Nederlands bij alleen maar. Hè? Ja, ik denk dat ik het papi mensen een beetje kan verstaan, want daar zitten heel veel Spaanse invloeden in. Spaans, Portugees. Ja, dat is best wel... Nee, want thuis zelf doen van papi, ja, Nederlands papi mensen. Ik zeg, ja, ik zou wel willen, maar dat is moeilijk. Als één persoon spreekt, als je met z'n tweeën spreekt, is het gemakkelijker. Ja, ja. Kijk, moet ik wat zeggen? Vertalen. Vertalen. Ah, ja, maar denk je, oh mijn god, hé. Ja. Heb geen zin in. Nee, maar ik zou wel heel graag natuurlijk... Kijk, ik vind wel eigenlijk dat je als Nederlander... moet je ook een keer gewoon op de Antillen zijn geweest. Vind ik wel. Ik vind iedereen, waar je van vandaan komt, ga een keer naar Curaçao. Veel mensen zeggen, ja, Curaçao, moet je daar? Ga kijken. Robert Verveer is een cabaretier, comedian. Ja, hè? Ken ik. Die heeft een supergoeie grap daarover, over de Antillen en Suriname. Dan zegt hij over slavengrap. Ja. Dan zegt hij van, hoe heet het? Ja, de goede slaven, die hebben ze naar Suriname. Ja. En de slechte slaven die niet wilden werken, hebben ze... Ja, dat ik ook. Nee, maar... Weet je, Curaçao is gewoon chill. Ja, kijk, geloof ik ook. Mensen gaan vaak naar Curaçao met hele hoge verwachtingen. Mensen vergeten, het is maar een klein eiland, hè. Ja. Het is maar een klein eilandje. Je kunt niet shoppen voor... Pak eens even Wikipedia, Curaçao en dan Willemstad, want daar kom je even. Ja, Willemstad. Ja. Kijk, Curaçao is gewoon om te gaan relaxen. Voor duiken. Niet gaan shoppen. Kijk, je zou even in twee shopstraatjes, dat was het dan. That's it? Ja, that's it, ja. Poenda is niet groot. Heb je niet een adresje waar ik daar naartoe kan, man? Ja, waar ik daar gewoon, heb je geen familie die daar huisjes vuurt? Ja, zeker, maar via mijn moeder kun je daar genoeg huisjes hebben. Auto huur, alles. Oh shit, ja, man. Kijk, dat is die podcast, dat is die Connection World, man. Even kijken, Willemstad. Ja. 140.000 inwoners, dat is niet veel. Dat is niks, man. En hoeveel op het hele eiland dan? Pak eens Curaçao zelf. Hoeveel zijn er? 140.000? Tik eens bovenin Curaçao. Ja, oh, heb je al. Robin, jongen, je hebt het vast. Geef me die box, jongen. Ik ben eigenlijk on point. My man is on point today, jongen. Is hij altijd, hoor. Even kijken. Hoeveel inwoners? Op het hele eiland? Rechts. Dat zal rechts staan. Inwoners 105. Ietsje omhoog, Robin. Schottes. Bam. Ja. I can't see shit. 158.000? Huh? En hoeveel hadden we net in Willemstad dan? Dat was toch hetzelfde, of niet? Damn, iedereen woont gewoon zo'n eiland. 140. Damn. Dus de rest 10.000 luiden. Hey, ja, zijn serieus gewoon verspreid. Ja.
Weet je dat je zo wist, als je daar, kijk, hier in Nederland, als je een huis koopt, je koopt het huis. Huh? Meer niet. Curaçao, koop je land. Ja man, een stuk grond en alles erbij. Als je een huis koopt, heb je even land ook van jou, kun je doen wat je wilt. Hier niet, hè? Nee, ja, ja. Al heb je een, weet dat je kunt bouwen wat je wilt. Koop je land, is van jou. Ja. Gewoon een stuk land erop en je bouwt wat je wilt. Je bouwt wat je wilt. Ja man. Dit doet me denken aan toen ik nog bij Luchtmobiele Brigade zat, weet ik dat er een jongen, Budding, die is naar Curaçao gaan, die is op Curaçao gaan wonen om een duikschool te beginnen. Daar ben ik zo benieuwd naar of die, dat moet ik eens even vragen aan mensen die misschien een contact hebben met die jongen. Budding geloof ik, Budding. En die is daar naar Curaçao vertrokken van duikschool, man. Het is een genoeg duikschool daar, hoor. Ja. Kijk, wat je duiken is een van de mooiste plaatsen in de wereld, dat je kunt duiken daar. Ja, maar daar in Egypte heb ik ook begrepen. Ja, Egypte duiken, is een mooi duiken, man. Ja. Nee, Curaçao is echt chill, man. Het is echt relaxed. Als ik zeg tegen jou Curaçao, wat komt dan het eerste in jou op het woord van Curaçao? Ja, mijn moeder eigenlijk goed. Ja, je moeder, maar daarna dan wordt... Ja, maar kon je een paar keer heb je al gezegd chill. Nee, weet je, dat is, ja. Alles is tranquil daar, ja, alles is tranquil. Kijk ik ben 44 nu, ik woon al 40 jaar in Nederland. Ik ben met 44 toeverhuis. Toen ik jonger was, had ik niet zo'n band met Curaçao. Maar hoe ouder je wordt, je gaat merken dat je steeds meer een band met Curaçao met je land krijgt. Het zijn die roots, jongen. Ja, daar kom je vandaan. Het gaat toch roepen. Het zit echt in de blood. Ja, precies. Als jij toen, vorig jaar 2020 weer teruggaan, toen ik aankwam, ja man, kijk, Nederland is met mijn huis. Nederland is mijn huis, klaar, punt uit. Is mijn land goed, je mag groeien. Ja. Maar Curaçao is ook mijn land. Ik heb er niet lang daar gewoond. Nee, dan zeggen ze dan, in Nederland is je thuis, want je komt thuis. Ja. En Curaçao is je huis. Ja, precies. Wacht, mensen, we hebben al hun handjes dingen blijven zo. Hoe heet het, Curaçao is je huis en in Nederland kom je thuis. Ja. Ja man. Ja, dat zeggen ze toch altijd. Zit het ook? Ja. Ja. Dan zeggen ze ook van Curaçao geboren. Je bent een kind van Curaçao. Je bent Judy Curaçao. Je bent een kind van Curaçao. Van Curaçao, ja, man. Dus dat is gewoon mooi. Ja. 44, dude. 44, dude. Ik heb fucking 41. Ik word 45 voor een maand. Damn! Ja. Ja, ik moet scheren. De kapper is dicht, dat zie je. Dus ik moet I'm going Wolverine, man. Ik ga ook groeien gewoon. Ja, yeah, fuck that shit, I'm going Wolverine. Ik ga Samuel Jackson style gewoon om. Boom, bang, yeah. Big beard, fuck that shit. Yeah. Ik ga ook gewoon echt dik Wolverine. Ja, zeker man. Ik heb dat één keer eerder gedaan in Curaçao. Ik weet niet, die foto heb ik niet. Ik zal je dadelijk die foto laten zien, man. Dat heb ik zo'n bos haar, zo'n baard. Is gewoon bijna niet meer herkenbaar. Zeker. Gewoon alleen die domme lach van me, weet je. Dat is er nog. Oh man. Ik moet pissen. Hoe lang zijn we bezig? We gaan afronden, man. Uur en 22 minuten. Ja, netjes. We gaan hem afronden. Man. We hebben nog even doorgeluld. Ik ben... weet je, vrienden kun je gewoon vaker uitnodigen. Zeker. Die wonen lekker om de hoek. Zeker. En ik vond het super vet dat je er was. Leuk, dit was een hele leuke podcast. Nummer 25, man. Dankjewel, man. Kom gewoon motherfucking chillen. Dankjewel, man. Dankjewel. Echt ja, respect, ik ben... ik dank. En mensen, abonneer alsjeblieft. Abonneer. Hey Robin, kun je ons dit keer eruit gooien met een outro? Dus zoals we de intro hebben, dan ook een outro. Dat moest toch meest? Dat was toch de bedoeling? Ja, doe je die dan maken, dan moet... Vandaag gaan we op zoek naar een auto. Hey, Danny, dankjewel, man. Hey, bedankt. Hoe vond jij het? Ik vond het geweldig. Ja, ik vond als het ook nodig hebben, ben ik weer voor je, man. Ja, geen probleem. Okay. Zijn we jou verder, meer ervaring, meer dingen meegemaakt. Juist, en laten we hopen, we komen elkaar toch altijd weer tegen op die festivals. Sowieso. Top. Be safe, hè. Be safe, Virtuele box. Ja, we hebben hem.